En de eerste spreker, dat is de aanvrager van dit debat, dat is meneer Paternotte. En meneer Paternotte spreekt namens de fractie van D66. Gaat u gang, meneer Paternotte. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Cryptovaluta. De een ziet een wetteloos wilde westen om cowboytje te spelen zonder je druk te hoeven maken om de sheriff. In feite een pretpark voor belastingontduiking, witwassen en gokken. En de ander die zit in de hodelgang. Die vindt dat sommige lijden aan FUD, fear, uncertainty en doubt. En die hopen via bitcoin een whale te worden. Of die zijn al een bear whale die het breed kan laten hangen en bij tegenslag denkt, buy the fucking dip. Dus voorzitter, als D66er zie ik die polarisatie en dan zoeken wij als vanzelfsprekend naar de keiharde nuance. Want ja, criminelen gebruiken blockchain en cryptovaluta voor hun eigen doeleinden. Maar de werking van cryptovaluta en de technologie erachter, die kunnen juist een aanjager zijn van innovatie en ingezet worden voor een duurzamere economie. Zoals de apostel Paulus schreef in zijn brief aan de gemeente in Thessaloniki, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Dat gebeurt alleen niet vanzelf. Volgens D66 zijn hier stappen voor nodig. 1. Reguleren en toezicht. Om te beginnen een wettelijk kader met een duidelijk mandaat voor de toezichthouder. Sommige landen, China en de Verenigde Staten voorop, kiezen voor de makkelijke weg van verbieden, maar daarmee sla je elke vorm van vernieuwing dood. Ja, criminelen maken op dit moment dankbaar gebruik van de hype rondom Bitcoin en andere valuta. En sommige bedrijven geven tokens uit en die beloven de wereld aan winst, maar als het erop aankomt, heeft de tokenhouder dan nergens recht op. Deze criminaliteit heeft weinig met valuta en weinig met blockchain zelf te maken en des te meer met misbruik door kwaadwillenden. Dus laat ik duidelijk zijn, elke vorm van online criminaliteit moet met kracht worden tegengegaan. Doordat cryptomunten nu buiten elke wet vallen, zijn spelregels onduidelijk en hebben criminelen soms vrij spel. De toezichthouder heeft daardoor ook geen mandaat om op te treden. Dat concludeert de AFM zelf ook. Een nationale wet is daarbij niet toereikend, want de blockchain is een grensoverschrijdend systeem. Daarom vraag ik de minister om met zijn Europese collega's snel met een Europees wettelijk kader te komen. Maar ontwikkelingen gaan snel en Europese processen langzaam. En tot die tijd moet Nederland zelf cryptovaluta reguleren met een duidelijk mandaat voor de autoriteit om te monitoren en op te treden. 2. Wanneer iets eruit ziet als een belegging, het ruikt als een belegging, dan is het een belegging. Bedrijven kunnen met een initial coin offering hun eigen cryptomunt presenteren en de suggestie wekken dat met zo'n token een stuk van het bedrijf wordt gekocht. En dat noemen wij een aandeel. Beleggers hebben in Nederland recht op een prospectus met alle essentiële beleggersinformatie. En wie voor de gek gehouden wordt, kan zijn geld dus terugclaimen. Maar iemand die in een ICO belegt, die heeft recht op helemaal niets. Daarom moeten beleggers duidelijkheid en rechten krijgen. ICO's moeten onder de verplichting vallen van zo'n essentieel informatiedocument. Net als bij andere beleggingen moeten beleggers eerlijke informatie krijgen en als ze dat niet krijgen, dezelfde rechten hebben. Graag een reactie. En voorstel, zoals ik al zei, cryptovaluta kennen kinderziektes, maar er zijn ook hele mooie voorbeelden. In Rotterdam delen buren nu al hun zonne-energie en de afrekening gebeurt met een eigen token. Groningers die in armoede leven, krijgen een budget voor in bepaalde winkels en sportclubs en via de blockchain komt er geen bankrekening aan te pas. Maar voordat we de potentie van blockchain volledig kunnen benutten, moet het veiliger gemaakt worden en energiezuiniger. Want op dit moment kost een bitcoin-transactie nog net zoveel energie als een gezin in 3 weken tijd gebruikt. Wat is dan het beste? Oost-Azië is de voorloper en daar zie je eigenlijk 2 modellen. Dat is verbieden, dat is wat China doet, of reguleren, zoals Japan. In Japan hebben cryptovaluta inmiddels een miljarden impact op de economie. Het parlement heeft de Virtual Currency Act aangenomen, waarmee cryptovaluta zijn ondergebracht in specifieke beurzen, exchanges, die investeerders ook bescherming geven. En bij 4000 winkels in Japan kun je ook gewoon betalen met bitcoin. Het leidt dus tot veel innovatie. Nederland kent een traditie van het omarmen van nieuwe ideeën. Wanneer anderen koudwatervrees kennen, kennen wij die niet. Laat Nederland dé broedplaats worden voor dit soort innovatieve technologieën. Er zijn nu heel veel losse initiatieven, van hackathons tot een blockchain delta en een kennislab bij de TU Delft. Zorg nou dat die initiatieven onder een duidelijke paraplu kunnen samenwerken en kennis wordt samengebracht. Want daarmee versnel je innovatie en kennisontwikkeling en kan blockchain de belofte die het is ook waar gaan maken. Dank u wel, meneer Paternotte. Dan dank ik u wel voor uw bijdrage. En dan is het woord aan de volgende spreker in dit debat. Dat is meneer Van der Linden. En meneer Van der Linden spreekt namens de fractie van de VVD.
Gaat u gang, meneer Van der Linden. Voorzitter, de introductie van de Bitcoin in 2009 was een mijlpaal. Een virtuele munt, goed beveiligd, wereldwijd inzetbaar, ideaal om de wereldwijde handel op het internet te ondersteunen. En in potentie een manier om het hele monetaire systeem te omzeilen. En geen wonder dat die munt snel werd omarmd door mensen die weinig op hebben met de bestaande financiële instituties. Ik ben iets minder enthousiast over de Bitcoin als universele munteenheid. Die munt schommelt veel te veel in waarde om een goed betaalmiddel te zijn, laat staan een spaarmiddel. Monetair beleid kun je er niet mee voeren en hij heeft nogal wat technische beperkingen. Het aantal transacties is beperkt tot ongeveer 7 per seconde. Nou, dat komt niet in de buurt van het Nederlandse betalingsverkeer, waar we met zaterdag voor kerst 200 pinbetalingen per seconde konden verwerken. Moeiteloos. En tel die problemen op bij het gigantische energieverbruik van de Bitcoin. Collega Paternotte zei het al, het is 250 kilowattuur per transactie. Net zoveel als een huishouden maandelijks verbruikt. En je voelt dat dit niet het wereldwijde betaalmiddel zal worden. Maar tegelijkertijd is die Bitcoin een fantastisch en leerzaam experiment. Een systeem dat vrijwel niet te kraken is. Robuust door de decentrale opzet. En die blockchain techniek die erachter zit, is een van de grootste innovaties van de afgelopen 10 jaar. Dat kan de opmaat zijn naar een grote herschikking en verbetering van ons financiële systeem. En een volgende cryptovaluta kan allicht wel die miljoenen transacties per minuut aan, zonder dat krankzinnige energieverbruik. Gewoon een slim algoritme waarmee je dan ook de geldhoeveelheid kan aanpassen aan de reële economie. En zo'n munt is dan vervolgens gekoppeld aan de euro of de US dollar of een mix van beide. En met derivaten kun je je dan weer beschermen tegen koersschommelingen. Alleen daarom al moeten wij nu alle ruimte geven aan de bitcoins, ethereums, ripples, dogecoins en 1500 andere cryptovaluta's. Hoe meer er wordt geëxperimenteerd, des te beter en uiteindelijk wereldwijd betalingsplatform wordt. En misschien moeten we die bitcoins voorlopig niet beschouwen als betaalmiddel, maar als een soort goede doelenloterij. Je kunt er iets mee winnen, maar uiteindelijk wint de maatschappij als geheel. Ik vind het jammer dat enkele van mijn collega's in de rij staan om nieuwe ontwikkelingen in de kiem te smoren. Een motie die eerder werd aangenomen om te verbieden dat cryptovaluta's worden afgerekend met je creditcard. Een motie die futures op bitcoins wil verbieden. Waarom mag ik dat niet afrekenen met mijn creditcard? Waarom mag ik me niet indekken tegen risico's? Welk probleem lossen we daarmee op en waarom zou de overheid zich daarmee bemoeien? Laten we ons bezighouden met echte problemen. Ik wil zelf bepalen waar ik mijn spaargeld aan uitgeef, ook als dat bitcoins zijn. Maar ik wil niet bedrogen worden door partijen die de koers oppompen en dan snel uitstappen. En we willen niet dat cryptovaluta's worden gebruikt voor witwassen, drugshandel of andere criminele activiteiten. En we willen ook niet dat onze onschuldige buren gemanipuleerd worden om al hun spaargeld in te zetten op crypto's. Maar weet u, voorzitter, we hebben al zoveel regels. We hebben regels voor betalingsverkeer, we hebben regels voor beleggen, we hebben regels voor gokken. Waarom zijn die niet gewoon van toepassing? Waarom zeggen DNB en AFM dat ze met lege handen staan? Ik begrijp dat de minister nu vooral inzet op oplossingen in internationaal verband. En dat is prima, maar we zouden ook alvast kunnen kijken naar onze bestaande wetgeving. Is het nou zo ingewikkeld om de wet op het financieel toezicht door te vlooien en zoveel mogelijk van toepassing te verklaren op dit soort valuta? Zodat bijvoorbeeld ook die initial coin offerings worden behandeld als een gewone emissie. Komen wij niet al heel ver als we de bestaande wetgeving afstoffen en updaten? Is de minister bereid daar een paar mensen voor vrij te maken? De insteek van de VVD is helder. Techniek omarmen, mensen vrij laten, goedwillende Nederlanders beschermen tegen misbruik. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Linden. Meneer Alkaya van de SP heeft een vraag voor u. Meneer Alkaya. Dank, voorzitter. Aan de ene kant hoor ik de VVD zeggen dat er een potentie is dat er op termijn een munt komt waar wel de voordelen van bitcoin aan zitten, maar niet de nadelen. Dus geen hoog energieverbruik, maar wel het gemak en het decentrale karakter bijvoorbeeld.
Aan de andere kant zegt de heer Van der Linden, ja, de overheid moet zich er ook niet te veel mee bemoeien. Maar wie moet zo'n munt dan eigenlijk uitgeven volgens de heer Van der Linden? Meneer Van der Linden. Ja, weet u, dat kunnen we wel aan de markt overlaten. Mijn punt is dat we wetgeving hebben voor van alles nog wat in dit land. En ik begrijp gewoon niet waarom die wetgeving niet van toepassing is op dit soort dingen. Maar als uw suggestie is dat we een bitcoin of iets dergelijks door de centrale overheid moeten vormgeven. Nou, nee, want we hebben al een centrale overheid die zich met geldeenheden bezighoudt. Meneer Rokaya? Nou, wat ik dan niet begrijp is, kijk, een van de grootste problemen met bitcoin, wat ook de heer Van der Linden aangeeft, is zijn de enorme koersstijgingen en dalingen, de volatiliteit zoals dat heet. Ja. Dus daarvoor heb je een controlemiddel nodig op volume. Dus daarbij kun je ook monetair beleid voeren. Dat is een van de voordelen die de heer Van der Linden aangaf. Ik zou niet weten welke marktpartij gekoppeld aan de euro dit zou willen uitgeven als de centrale bank dit heel makkelijk zou kunnen doen. Dus ik snap echt niet waarom de VVD daar tegen zou zijn. Meneer Van der Linden. Ik sluit helemaal niet uit dat de centrale bank vroeg of laat een keer overgaat tot blockchain technologie. Alleen het mooie aan innovaties is, die komen natuurlijk altijd van externe krachten. Die komen altijd van buitenstaanders, van nieuwe toetreders die nieuwe spannende dingen bedenken. Laten we die nou vooral de ruimte geven. Dank u wel, meneer Van der Linden. Dan gaan wij door met de volgende spreker. Dat is meneer Nijboer. En meneer Nijboer voert het woord namens de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. We moeten het van de toezichthouder over, niet over cryptocurrencies hebben, maar over crypto's. Dat hebben we in de hoorzitting gehoord, dus dat zal ik ook proberen te doen. De PvdA-fractie was wel redelijk tevreden over de kabinetsbrief. Die zegt eigenlijk dat de crypto's zijn onvoldoende gereguleerd en het is een internationale munt. We adviseren ook vooral niet daarin te beleggen, daar is de minister ook wel eerder helder in geweest. En eigenlijk moet er wel regulering komen, maar dan kunnen we het beste internationaal doen. Want ja, we kunnen als Nederland het wel het wiel gaan uitvinden, maar dat moeten we in Europa doen en eigenlijk in de wereld. Nou, de wereld zal wel wat lastig zijn, want in China is het helemaal verboden. Maar dat moeten we eigenlijk Europees aanpakken. En eigenlijk die lijn steunt de PvdA-fractie wel. We hebben wel een aantal vragen, een drietal hoofdpunten. Allereerst de risico's op fraude, misbruik en dat soort zaken. Daar zijn steeds meer berichten over een soort van piramidespelen die zich afspelen. Er zijn natuurlijk een heleboel namen voor die munten die weer nieuw zijn. Zoals bij mensen thuis bij elkaar in een kringetje gaan zitten en daar overtuigd worden. We kennen het van ouds wel van producten die bakproducten konden aanschaffen. Maar dat is gewoon een soort piramidespel. En wat gebeurt daar nou eigenlijk aan? En als je ook kijkt naar de verdeling, er komen steeds meer internationale publicaties ook over. Wie bezit nou eigenlijk die... Bijvoorbeeld de bitcoins. Er zijn 100 mensen die de meeste bitcoins hebben. We zitten ongeveer 17%. Tenminste, dat is de schatting. Bij Ether is dat 40%. En bij een paar andere munten waar nog nooit iemand van heeft gehoord, is dat 90%. En dat is natuurlijk wel heel gevoelig voor marktmanipulatie, voor ja, gewoon de boel bedonderen. En wat gaat het kabinet daar nou eigenlijk aan doen? Daar staat eigenlijk vrij weinig over in die kabinetsbrief. En dat lijkt me wel een... iets waar het kabinet wat aan moet doen. Dank u wel. Meneer Paternotte van D66 heeft een vraag voor u. Gaat uw gang. Ja, ik hoorde de heer Nijboer zeggen dat hij niet vindt dat we cryptovaluta totaal moeten verbieden zoals in China. En ik ben heel blij om dat te horen. Ja. Ik weet wel dat hij er voorstander van is om ervoor te zorgen dat je met betaalkaarten geen cryptovaluta kunt kopen. Is dat niet eigenlijk hetzelfde? Omdat je daarmee de mogelijkheden om überhaupt een cryptomunt te kopen aan het uitroken bent? Nou, wat ik niet wil, voorzitter, is dat je met creditcards en via allemaal, zeg maar, via een omweg jezelf in de schulden kunt steken in munten die daar niet voor bedoeld zijn. En dat is echt, we hebben ook bij banken, hebben wij regulering, je mag niet naar een bank gaan in Nederland nu, tenminste een bank mag je dat niet verstrekken, met je hele vermogen je huis verkopen en alles in één aandeel Shell stoppen. Kun je wel denken dat dat mag, maar dat mag niet, want er verzet de verzorgplicht zich daar tegen. En dat wil ik dus bij crypto's ook. En ik vind dat banken daar een verantwoordelijkheid voor hebben. En dat creditcardmaatschappijen in het bijzonder, zeker als je een stapeltje creditcards bij elkaar verzamelt en daarin investeert, dat die dat niet moeten doen. Dat vind ik een slechte zaak en daar wil ik mensen, inderdaad consumenten, tegen beschermen. Daar verschillen we misschien met D66, hè? Die zegt, ga je gang,
Ga maar op de blaren zitten, maar wij willen mensen daartegen beschermen. Meneer Paternotte. Voorzitter, dit is echt totale flauwekul. De meeste creditcards in Nederland worden uitgegeven door of via banken. En die zijn gekoppeld aan betalingslimieten, bestedingslimieten. Die passen bij het bestedingspatroon en het inkomenspatroon van die persoon. Getoetst door de Nederlandse banken. Het is niet zoals in de Verenigde Staten waar mensen zich in tienduizenden euro schulden kunnen steken zonder dat er fatsoenlijk inkomen tegenover staat. Dus voor mensen die een bestedingslimiet hebben van, laten we zeggen, 2000 euro. Waarom zou je het mensen nou verbieden om met die kaart zo'n transactie te plegen? Is dat niet gewoon een poging om uiteindelijk die cryptovaluta onmogelijk te maken? Voorzitter, ik weet niet in welke werkelijkheid de heer Paternotte leeft. Maar als je kijkt naar de schuldenproblemen in Nederland, waar honderdduizenden mensen soms 10, 20, 30.000 euro schuld hebben. Ook vaak met creditcardschulden, ook met gecombineerde kaarten. Dan is het echt een ontkenning van de werkelijkheid dat dit niet een probleem zou kunnen zijn. Dit is al een groot probleem in Nederland en ik ben bang dat als je daar ook nog bitcoins, ether en hoe heet dat andere spul allemaal niet meer aan toevoegt, dat je mensen nog verder in de problemen brengt en daar ben ik tegenstander van. Meneer Paternotte, ik wil u best toestaan dat u nog een keer reageert, maar ik ben straks onverbiddelijk wanneer u door uw twee keer drie keer heen bent qua interrupties. Oeh, dat is moeilijk kiezen. Ik zie de heer Paternotte. En toch wil ik het nog eventjes weten van de heer Nijboer. Want dan bent u volgens mij bezig met het bestrijden van de symptomen, niet met de oorzaak. Want met diezelfde creditcard kunnen mensen naar het casino lopen en dan kunnen ze in dat casino geld inzetten. Daar ben ik ook niet voor. Nee, maar dan is het probleem toch dat mensen niet een bepaalde limiet op een creditcard moeten kunnen krijgen of überhaupt geen creditcard kunnen krijgen. En zodat hetgene zijn wat u moet aanpakken en niet de vrijheid van mensen beperken om met een creditcard iets te doen wat wat alle andere mensen wel mogen. Meneer Nijboer. Ja, voorzitter, ik vind dat banken zeker moeten weten dat als ze iets faciliteren, zoals dat ook bij beleggingen is, als ze weten een belegging deugt niet, dat ze daar niet aan meewerken. En eerlijk gezegd, voorzitter, heb ik grote twijfels bij een heel aantal crypto's zoals de toezichthouders het leven. En vind ik dat banken daar niet aan moeten meewerken. Ik heb net voorbeeld genoemd dat sommigen is het bezit in 90%, de eerste 100 hebben 90% van die munt. Daar kun je het dan niet op vertrouwen. Dan moeten Nederlandse banken niet aan meewerken om dat te doen. En zeker niet met creditcards. Breng je mensen nog verder in de problemen. Dus daar ben ik tegenstander van. Daar verschillen wij van mening. Dat kan gewoon, hè. Maar verschillen wij van mening ook. Dus kijken hoe het zit met de mening van de heer Van der Linden. Meneer Van der Linden, VVD. Ik raak het spoor een beetje kwijt, voorzitter. Want nou hoor ik aan de ene kant zeggen van ja, we moeten het allemaal netjes gaan reguleren. En het is best wel goed en we moeten het accommoderen. En aan de andere kant moeten banken op de geen enkele manier aan meewerken. Wat is nou de koers van de PvdA? De ene kant had de heer Van der Linden niet goed gehoord. Want het is best wel goed en we gaan het allemaal. Dit is niet mijn opvatting. Ik ben niet heel enthousiast over cryptomunten. Ik vind wel dat als het plaatsvindt. Ik heb ook iedereen, ik heb vooral aangesloten bij de AFM, bij de Nederlandse Bank, bij de minister. Die zei, let op, grote risico's, wordt bedonderd, risico's voor witwas. Ik heb er ook hele setjes kamervragen over gesteld, ook met CDA vooral. Dus het enthousiasme is er niet. Over de technologie overigens wel. Dat neemt niet weg dat het ter eerste en het compleet verbieden niet kan. Maar ik wil het dus wel moeilijk maken. En dat past inderdaad bij dat ik met creditcardschulden al die dingen kopen, dat ik dat geen goed plan vind. En dat banken daar een verantwoordelijkheid voor hebben. En dat ik vind dat als de criminaliteit plaatsvindt, dat moet worden aangepakt. Als je piramidespelen dreigt te komen, nou, ik kom zo meteen nog op een andere punten. Dan moet dat worden gereguleerd. Punt is duidelijk. Meneer Van der Linden. Oké. Nou doe ik een computerspel, World of Warcraft of weet ik veel. En ik koop met mijn creditcard grondstoffen die ik ergens kan inzetten. Ik heb dat spel nog nooit gespeeld, maar zo is het me uitgelegd. Mag dat dan wel met een creditcard? Meneer Nijboer? Een computerspel spelen, ja, dat lijkt me wel. Ja, ik zie geen bezwaar om een computerspel te spelen. Maar dat geld ben je dan sowieso kwijt. En bij een bitcoin kun je het nog terugkrijgen. Ik zou het u nog sterker vertellen. Ik ben niet voor het verbieden van creditcards. Dus als je iets koopt, dan ben je het geld kwijt. Hè? Dat is een beetje het principe van kopen. Dan hoef ik de VVD, de marktwerking hoef ik niet. Dus als je een product koopt, hè, je bestelt wat, een boek of zo. Laten we dat eens doen. Dan ben je geld kwijt als je dat boek. En dat geldt ook als je een computerspel koopt. Dus dat vind ik op zichzelf vrij logisch dat ik dat vind. Meneer, ik vind het wat anders met een belegging waar grote risico's aan zijn. Meneer Nijboer, ik stel voor dat u uw betoog voortzet. Met genoegen, voorzitter. Ja. Ik vond de overigens best een aardige debat Zeker. Met de liberale partijen in Zeker. De Kamer. Voorzitter, dan heb ik een tweede vraag. En dat gaat meer over de nationale regelgeving. Dat zegt de minister eigenlijk al, en dat zei ik, dat begrijp ik ook wel, we moeten dat internationaal Europees doen. En tegelijkertijd blijkt uit het overzicht dat de minister heeft gegeven dat in Frankrijk en Duitsland wordt gezegd, dit zijn eigenlijk financiële instrumenten en daar kunnen we ook de regulering die er is,
En ik proefde tussen de regels door, als ik een beetje mijn kant op redeneer, voorzitter, dat de VVD daar ook nog wel eens voor zou kunnen voelen. Dat daar toch wel ook wel wat regulering op van toepassing zou kunnen zijn. Waarom doet Nederland eigenlijk niet hetzelfde als Duitsland en Frankrijk? Ja, dan ben je toch niet zo gek bezig dat je het allemaal zelf het wiel uitvindt. Want wij zeggen nou eigenlijk wel van, het moet allemaal Europees en tot die tijd gebeurt er niet zoveel, behalve wat waarschuwingen. Dus waarom heeft het kabinet er niet voor gekozen om diezelfde invalshoek te kiezen? Dat was mijn tweede punt, voorzitter. Dan derde punt. Dat is energieverbruik. Daar werd niks over gezegd in de brief. Ik geloof dat er enige tijd geleden wel een brief van staatssecretaris Keizer is gekomen. En die eigenlijk zei van, bedrijven gebruiken energie. En dat is nou een keer zo in de wereld. En deze gebruiken heel veel energie. Nou, dat vond ik nog niet echt een heel overtuigende kabinetsreactie. Want dat is wel een groot probleem natuurlijk. Er zijn nu zelfs wel huizen die niet meer op energie worden aangesloten. Dus als we een munt krijgen waar niet iedereen even enthousiast over is, die enorme energie slurpt, terwijl we allemaal juist minder energie moeten gebruiken. Dat je eigenlijk een innovatie hebt die eigenlijk helemaal de verkeerde kant op gaat wat dat betreft. Hè. We moeten energie zuinigen. Dus ik vraag het kabinet ook wel hoe ze dat ziet. Want als dit allemaal groter wordt, en Nederland staat toch wel bekend als ICT-knooppunt, wat ook heel goed is. En heel veel, die blockchain, daar moeten we ook vooral mee aan de gang. Groningen is daar ook groot in, daar ben ik ook trots op, voorzitter. Maar er moet natuurlijk wel een beetje energiezuinig gebeuren. Heeft het kabinet er opvatting over hoe dat gestimuleerd kan worden? Want op deze manier gaat dat natuurlijk niet goed. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijboer. Dan gaan wij door met de vierde spreker van dit debat. En dat is meneer Ronnes. En meneer Ronnes voert het woord namens de fractie van het CDA. Meneer Ronnes. Dank u, voorzitter. Voorzitter, we moeten vanavond oppassen met wat we zeggen. En toen in januari een Zuid-Koreaanse minister suggereerde dat er misschien een verbod zou komen op de handel in de bitcoin, daalde de koers met ongeveer 13%. En voor mensen met één bitcoin in bezit betekende dat een verlies van $2000. Een verlies dat later overigens nog voor een kwart weer goed werd gemaakt en inmiddels heb ik gehoord dat het alweer weer een stukje gestegen is. Maar in dit voorbeeld laat zien dat de wereld rond cryptomunten nog volop in beweging is. En van een stabiele munt, waar we in het betalingsverkeer eigenlijk op moeten baseren, is nog lang geen sprake. En ook niet van een stabiele belegging, daar kunnen we nog bij lange na niet spreken. Erg risicovol voor de huis-, tuin- en keukenbelegger dus. En daar schuilt het gevaar. Is voldoende duidelijk welke risico's gelopen worden als een student zijn studielening of als een modaal gezin haar spaarcentjes belegt in cryptovaluta? Hoe voorkomen we de iSafe-taferelen? Goedwillende burgers mogen niet de dupe worden in onze ogen van kwaadwillende financiële sprinkhanen. De CDA-fractie is dan ook blij dat deze minister terughoudendheid predikt als het gaat om investeren in cryptovaluta. Bezint eer je begint. Er zijn ruim 1500 cryptovaluta in omloop, al schommelt dit cijfer omhoog en omlaag. Erg onstabiel allemaal. Je zou dus bijna afvragen waarom we niet gewoon een rem zetten op cryptovaluta en de hele handel en tokencreatie verbieden. Het CDA kiest niet voor die route. We zien ook kansen in de ontwikkeling en met name in de achterliggende technieken. De techniek blockchain heeft zeer interessante toepassingsmogelijkheden. Het is veiliger, want goed te traceren, dan de bestaande financiële producten. En waar fraude nog wel eens om de hoek komt kijken, zou blockchain in de toekomst misschien een oplossing kunnen bieden. Het kan ook een overheid verder brengen in haar dienstverlening richting burgers. En daarbij is het erg belangrijk om als Nederlandse overheid, maar ook zeker als toezichthouders, voldoende kennis en kunde te ontwikkelen. Doen we dit niet, dan lopen we in onze ogen snel achter de feiten aan met alle gevolgen van dien. Het gaat er dan dus om, hoe zorgen we dat de positieve kanten van de cryptovaluta blijven bestaan, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor betrouwbare producten waar burgers niet het risico lopen hun geld snel kwijt te zijn. En het antwoord ligt in onze ogen in bewustwording, goed toezicht en heldere wet en regelgeving. Het CDA ziet dan ook een rol voor de overheid om burgers tegen deze risico's te beschermen en pleit voor de volgende onderdelen. Samen met de toezichthouders en consumentenorganisaties te zoeken hoe er bij consumenten een bredere bewustwording van kansen en bedreigingen van cryptovaluta kan worden gecreëerd. En daarnaast zou de overheid aanbieders moeten verplichten om klanten een waarschuwing mee te geven in een soort vorm van risico-indicator op het moment dat men cryptocurrencies koopt.
Daarnaast is het belangrijk toezicht van de AFM en de DNB adequaat te organiseren, zodat bij onheus gedrag van marktpartijen in cryptovaluta ingegrepen kan worden. En onze voorkeur gaat ook uit naar een internationale aanpak, omdat cryptovaluta gaan nu eenmaal ook over de grens. Maar het is ook heel nuttig om alvast te kijken van wat kunnen wij nationaal doen. Als derde punt het waarborgen dat aanbieders van cryptodiensten onder andere de waarde van cryptoportefeuilles aan de Belastingdienst doorgeven. Zoals banken dit nu ook doen bij spaartegoeden en aandelenportefeuilles. En in de wereld van de crypto's, daar gaan miljarden om, dus het ligt voor de hand dat daar belastingontduiking ook een rol kan spelen als de cryptocurrencies misbruikt worden. Meneer Ronners, meneer Azarkan die heeft een vraag voor u. Meneer Azarkan van Denk. Dank u wel, voorzitter. Ja, een vraag via u aan de heer Ronners gaat over het toezicht van de AFM of de DNB op die currencies. En ik weet nou niet of die bedoelt de crypto's of de ICO's. Maar ik heb geen idee hoe we dat moeten gaan doen. ICO's? Ja, dat is een uitgifte. Dat is eigenlijk dat je een soort aandeel kunt kopen. Ja. Iemand doet dan een uitgifte van tokens en dan kun je een aandeel kopen. En dan is de vraag, is dat nou een asset of is het nou een munt? En dat is iets wat bijvoorbeeld in Zwitserland heel goed is onderzocht. En daar is de wetgeving ook heel goed op. Dus, en dat blijkt dat Zwitserland en Singapore... En wat wilt u van meneer Ronners weten? Dat toezicht is nogal ingewikkeld als blijkt dat Singapore en Zwitserland de twee landen zijn waar de meeste ICO's plaatsvinden. Hoe gaan we daar naar toezicht op houden? Wat gaan we dan doen precies? Meneer Ronners. Het is goed dat de vraag gesteld wordt, want dat geeft mij de gelegenheid om wat specifieker in te gaan waar ik denk dat toezicht erg belangrijk is. Bij de handel vindt aan- en verkoop plaats. Waar heel goed sprake van moet zijn, is dat de koers waartegen gehandeld wordt, dat die ook op het moment dat mensen op een knop drukken, dat het ook echt de goede waarde vertegenwoordigt. Dat er geen timings tussen zitten, dat kosten, fees die gerekend worden, dat die niet extreem te hoog zijn of dat die ook goed inzichtelijk worden gemaakt voor de mensen die currencies kopen. Dus dat zijn onderdelen, het is niet het enige, maar dit zijn wel onderdelen die belangrijk zijn, dat die voor de gewone burger inzichtelijk zijn op het moment dat men een transactie doet. Meneer Azarkan. Ja, het is prima dat u dat nog eens uitlegt, meneer Ronders, zeg ik via uw voorzitter, Mijn probleem was iets anders, of tenminste, het lijkt me nogal ingewikkeld hoe je nou als Nederlandse bank of als AFM, hoe je nou ervoor zorgt dat iemand die online gaat en via zijn Nederlandse rekening een aantal currencies koopt wil. Hoe gaan we dat doen? Hoe zorg ik nou voor dat als ik ergens online iets koop, wat kan dan DNB nog doen? Nou, daarvoor ook mijn opmerking dat goed in internationale context gekeken moet worden. Hoe kun je aansluiten bij internationale regelgeving erin, waarop je dan kunt handhaven in die partijen die in Nederland zich gevestigd hebben en in afspraken met andere landen, dat je dat in de andere nationaliteiten kunt laten doen. Dus, en dat is ook tevens de vraag richting de minister van hoe dat hij daar vorm aan denkt te geven en op welke wijze dat we dat ook werkbaar kunnen maken voor de toezichthouder. Het gaat erom dat de consumentenbescherming, die moet centraal staan, dat als de gewone burger zijn duurverdiende spaarcentjes wel in een dergelijke coin steekt, dat het een betrouwbaar product is. En dat is het bij lange na nog niet zoals ik dat op dit moment zie. Meneer Azarkan? Ja, afsluitend voorzitter. Nee, ik deel de zorgen die de heer Ronders ook heeft over hoe... Mijn probleem is alleen, hij zegt dan heel mooi, daar moet de Nederlandse bank en de AFM moeten er toezicht op, et cetera. De ervaring is dat we op dit moment ook er gewoon niet in slagen om bijvoorbeeld die... De Google, de Apple, de Facebook, om die überhaupt een beetje fatsoenlijk belasting te laten betalen in Europees verband. Nee. Laat staan dat we op de currencyontwikkeling iets van toezicht vanuit Amsterdam, in dit geval de Nederlandse Bank en AFM, kunnen gaan organiseren. Ik zou niet weten hoe mensen dat moeten gaan organiseren, maar laten we het afwachten. Nou, voorzitter, als ik even mag reageren. Ja. Ik ben blij dat de heer Azarkan het met me eens is dat die consumentenbescherming, dat die toch ook wel centraal moet staan. En dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. En dat dat gewoon de noodzaak geeft om gewoon die regelgeving op orde te brengen. En dat dat niet makkelijk is, ben ik met u eens. Anders hadden we die regelgeving al lang gehad. Maar ik doe hier wel een oproep, zoals wij het zien, dat we moeten kijken dat toezichthouders adequaat kunnen redeneren binnen het speelveld waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Gaat u verder met uw betoog? Dan kom ik bij het vierde punt. Sommige vormen van cryptovaluta resulteren in extreem hoog energieverbruik. Het is al door meerdere sprekers vernoemd. En natuurlijk valt vanuit financiële regelgeving hier moeilijk paal en perk aan te stellen. Maar het is wel, als het gaat om duurzame ontwikkeling van technieken voor de toekomst, is het wel een element om mee te nemen. En wellicht dat we dat toch ergens een plek moeten geven, misschien op een ander beleidsterrein. Maar ik denk wel dat we het niet uit het oog moeten verliezen. En dan graag een reactie van de minister op de bovenstaande punten die ik ingebracht heb en een vraag of hij bereid is, als wetgeving aangepast moet worden, of dat hij daartoe, of dat hij dat ook echt wil doen. En tot slot, voorzitter, ik ben blij dat de minister mijn motie samen die ik ingediend heb met de heer Nijboer uitvoert over de afgeleide producten zoals Bitcoin Futures. Een verbod op consumentenreclame voor dergelijke producten volgt nog dit jaar. En de minister zet in op Europees algemeen verbod voor verkoop van aan particulieren te realiseren. En dat zijn in onze ogen echt belangrijke stappen. Ook om de weg om dit Europees te doen, gezien het grensoverschrijdend karakter van de producten waar we het hier over hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Ronners. Dan is nu het woord aan meneer Alkaya. En hij voert het woord namens de fractie van de Socialistische Partij. ICO staat trouwens voor Initial Coin Offering, maar de deskundige mensen die weten dat natuurlijk. En de mensen die niet deskundig zijn, die weten nu waarschijnlijk nog niet wat er precies mee bedoeld wordt. Ik geef het woord aan meneer Alkaya. Dank, voorzitter. Ik zal dat soort termen zoveel mogelijk proberen te vermijden, maar met dit onderwerp is het nog vrij moeilijk. Ja, precies. Voorzitter, hoe redelijk is het om tulpenbollen de schuld te geven van de tulpenbollencrisis? En hoe redelijk is het om woningen de schuld te geven van de vastgoedbubbel? En hoe redelijk is het om internetbedrijven de schuld te geven van een internetzeepbel? Enorme koersstijgingen of abrupte dalingen, speculatie, manipulatie, misleiding of zelfs regelrecht fraude zijn aan de orde van de dag als het vandaag om cryptovaluta gaat. Maar hoe redelijk is het om hier de schuld van te geven aan bitcoins? Het is het kapitalisme dat het slechtste in mensen naar boven haalt en van in principe nuttige zaken zoals tulpenbollen, woningen of internetbedrijven en nu ook van cryptovaluta speculatieobjecten maakt. Met alle gevolgen van dien, schades en et cetera. De bitcoin is eerder een slachtoffer van de huidige situatie dan de boosdoener. Zijn er dan helemaal geen problemen mee op dit moment met cryptovaluta en bitcoin? Natuurlijk wel. Net als bij iedere vorm van nieuw geld zijn hier ook wetten en regels nodig om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. Als je nu slachtoffer wordt van een koersdaling bijvoorbeeld, of nog erger, van fraude, dan is er vaak geen vangnet. Cryptovaluta wordt op dit moment natuurlijk niet gezien als financieel instrument of als beleggingsobject. De minister geeft aan dat hij in afwachting van internationale aanpak in overleg met de financiële toezichthouders gaat bezien wat hij nationaal alvast kan doen om handhavend op te treden bij misstanden. Wat is daarvan de stand van zaken sinds de brief? Zijn er al gesprekken geweest en wat kunnen wij nationaal al doen? Geld is met elke nieuwe technologie is het al een beetje van karakter veranderd. Van het bijhouden van transacties op kleitabletten tot munten slaan, tot briefgeld op de drukpers en nu internetbankieren, smartphone-apps en cryptovaluta. Het verandert constant. En in plaats van ons tegen dit soort technologische ontwikkelingen te verzetten, moet de overheid zich juist actief daarin mengen en alle veranderingen juist onder controle houden om op een eerlijke en gecontroleerde manier het potentieel van dit soort technologieën te kunnen benutten. Als we dat niet doen, dan laten we de nieuwe technologieën over aan de markt en die maakt er simpelweg een puinhoop van, zoals dat vaak gebeurt. En dat is nu ook zo te zien. Daarom zou een ondernemende overheid cryptovaluta volledig moeten omarmen en tot een sterke, gereguleerde publieke munt moeten komen. In andere landen wordt hier al aan gewerkt en Zweden is hier met de e-krona al het vers mee. Welke methode daar precies aan de grondslag ligt, welke technologie daarbij wordt gebruikt, is van secundair belang. We zien allemaal dat blockchain technologie en mining, dat leidt tot bijvoorbeeld hoge energiekosten en onbetrouwbare situaties. En het is nog steeds ook langzaam. Maar daar komen wij wel uit naarmate de technologie zich vordert en we kunnen ook andere technologieën daarbij gebruiken. We hebben een uitgebreide briefing hierover gehad van de Nederlandse Bank en alle voor- en nadelen besproken aan de hand van hun experimenten met de DNB-coin. Ik zou de minister willen vragen om deze experimenten uit te breiden en op termijn deze experimenten ook naar buiten te brengen, want op dit moment wordt ze alleen maar in een gecontroleerde omgeving gedaan. En dus ook te testen hoe dat in de buitenwereld zou werken. Is de minister hiertoe bereid op termijn? Zo'n publieke digitale munt zou namelijk grote voordelen opleveren.
10 jaar na de financiële crisis is er in het systeem weinig fundamenteels veranderd. De twee belangrijkste zorgen zijn nog steeds dat 1. ons spaargeld nog steeds niet gescheiden is van risicovolle activiteiten van banken. Banken nemen nog steeds risico's met ons geld en de winsten komen ten goede van de aandeelhouders. Maar als het misgaat, dan moet de belastingbetaler dokken. En zo'n publieke digitale munt zou eigendom van de gebruiker kunnen zijn en een veilige haven voor spaargeld. En ten tweede en als laatste punt voor internetbankieren. Dus geld van elkaar en naar winkels overmaken, waar we nu volledig afhankelijk zijn van banken. En een publieke digitale munt zou dit meer onder controle kunnen brengen van de overheid, waardoor we dat stukje vitale infrastructuur ook meer onder ons controle hebben. Kortom, voorzitter, laten wij cryptovaluta niet de schuld geven van de tekortkomingen van ons kapitalistische financieel-economisch systeem en de technologie omarmen om als samenleving minder afhankelijk te worden van banken en speculanten. Dank u wel, meneer Alkaya. Dan is het woord aan meneer Mulder. Meneer Mulder spreekt namens de fractie van de PVV. Gaat uw gang, meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. De een noemt het gokken en de ander ziet crypto's als een belegging. En voor weer anderen is het niet slechts een betaalmiddel, maar vooral een politiek statement. Want geld zonder een regering, best bijzonder. Hoe dan ook, voorzitter, het cryptogeld en zeker ook de blockchain-technologie zijn geweldige uitvindingen. Na het internet en het mobiele dataverkeer, wederom geavanceerde technologische vernieuwingen. Allemaal in en door de westerse beschaving, zeg ik ook vooral tegen de heer Alkaya. Voorzitter, het Vrije Westen doet het hartstikke goed. En het gaat hard met deze nieuwe technologieën. De totale waarde van de cryptovaluta loopt in de vele miljarden. En er zijn alleen al in Nederland 500.000 mensen die cryptovaluta bezitten. En ik zet een punt, voorzitter. Want meneer Paternotte heeft een vraag voor u. Nou, meneer Paternotte, D66. Ik ken de obsessie van de Partij voor de Vrijheid met het Vrije Westen. Maar u weet toch wel dat deze uitvinding uit het Vrije Oosten komt. Dat in Korea, Japan en China op zeker moment ongeveer 90% van het totale cryptokapitaal zat. En dat daar die innovatie is begonnen. En hoe kunt u dat verklaren? Meneer Mulder. Nou, ten eerste is de uitvinder nog steeds niet echt bekend. Het is een geweldig mysterieuze meneer met een Japanse nickname. Maar er zijn een heleboel mensen die hem in Australië positioneren. Maar los daarvan, vanaf de Tweede Wereldoorlog, Korea en Japan, als u daar geweten bent, is gewoon een onderdeel van onze vrije westerse samenleving met democratie en kapitalisme. Het is zoals het is. Het kan vervelend klinken, maar het is gewoon een onderdeel van de vrije westerse wereld. Kan iedereen trouwens aanraden eens naar Japan of Zuid-Korea te gaan. Geweldige landen met een mooie westerse vrijheid. Voorzitter, ook niet onbelangrijk is dat we nog moeten gaan meemaken of deze nieuwe technologie onze wereld voorgoed zal veranderen. Maar dat de blockchain en cryptomunten blijvertjes zijn, is denk ik ondertussen wel duidelijk. En het zijn digitale ontwikkelingen, niet gebonden aan een land of een taal of iets dergelijks. En niet gebonden aan een regering. Het is er en we moeten ermee leven. Wel is regulering voor een deel mogelijk. En de politiek kan dat deels beïnvloeden en sturen. En dat is maar goed ook, want er zijn niet slechts voordelen aan deze nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook een aantal aandachtspunten en vanavond zijn er al een groot aantal genoemd. Voorzitter, de PVV pleit er daarom voor om crypto's in internationaal verband binnen een passend regelgevend kader te brengen. Dus in gewoon Nederlands is dat ja tegen reguleren en nee tegen verbieden. En over de blockchain nog even. Het mag dan iets vaker, minder vaak in het nieuws komen dan de crypto's, maar de ontwikkelingen zijn misschien nog wel spectaculairder. Blockchain voegt echt iets toe. Ga maar naar. Fraudebestendige contracten opstellen gebeurt op dit moment al. Het veilig opslaan van medische gegevens is haalbaar. En wat dichter bij dit huis, in deze zaal, fraudevrij en eenvoudig stemmen, gewoon thuis vanaf de bank, is straks realiseerbaar. Voorzitter, leven het referendum. Alhoewel dat waarschijnlijk niet de reden is geweest waarom D66 dit debat vanavond heeft aangevraagd. Blijft over, voorzitter, om mijn vraag te stellen aan de minister. En dat is of die het met mij van mening, met de PVV van mening is, dat
regulering in internationaal verband moet en dat ook hier in Brussel geen enkel toegevoegde waarde heeft. Wederom valt Brussel, we moeten dit internationaal regelen. En geheel terzijde, voorzitter, u kent de PVV, wij sluiten altijd vrolijk en optimistisch af. Nog even over de Geertcoin. Jawel, de Geertcoin. Die is vandaag weer in waarde gestegen. En dat is mooi. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. Dan is het woord nu aan meneer Snels. Meneer Snels zal het woord voeren namens de fractie van GroenLinks. Meneer Snels. Voorzitter, ik heb me voor het debat vandaag proberen in te lezen en te verdiepen in de technologische ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de cryptocurrencies. En ik zal maar een bekentenis doen, dat is niet eenvoudig. En ik voel me dan ook een beetje een digibet. En tegelijkertijd heb ik het idee dat we als politici, en er zijn zeker uitzonderingen, dat we dat allemaal zijn. Het begrijpen van wat de blockchain-technologie allemaal vermag, welke kansen en risico's eraan vastzitten, het is voor niet-techneuten niet gemakkelijk. En dan zie je twee zekerheden in de politiek. Ten eerste, we lopen altijd achter. Ontwikkelingen gaan sneller dan we als politiek regels voor kunnen maken om ontwikkelingen ook bij te sturen. Onderdeel van dit debat. En de tweede is de politieke reflex, en begrijpelijk, om vooral de risico's te zien. Ik geloof dat het de Duitse socioloog Ulrich Beck was, die daar een jaar of 10 geleden al boeken over schreef, dat we beland zijn in een risicosamenleving. En dat is een samenleving waar we alleen nog maar gefascineerd zijn door risico's en het voorkomen van risico's. En eigenlijk zie je dat ook wel een beetje terug in de brief van de minister. Na de inleiding over wat cryptovaluta zijn, en de ISO's en de futures en wat de binaire producten, gaat het over de beheersing van risico's. Vooral over witwassen en andere vormen van criminaliteit en over het beschermen van mensen. En overigens is het niet genoemd risico het energieverbruik. Ik zie soms berichten dat dat inderdaad een kwart van ons energieverbruik kost en ik zou willen dat de minister daar ook wat over kan zeggen. Maar goed, ik vind het terecht dat er naar risico's wordt gekeken. Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat deze digitale valuta en de afgeleide nog nauwelijks invloed hebben op de reële economie, maar tot nu toe ook vooral gebruikt worden voor zeer risicovol beleggen, voor gokken soms zelfs, of voor kapitaalvlucht. Meneer Snels, viel ik midden in een zin? Dus ik steun de inzet van de minister om hierop in Europees verband met regelgeving en toezicht te komen. En het is begrijpelijk dat we ook mensen zoveel mogelijk proberen te beschermen. Dank u wel, meneer Snels. Meneer Alkaya van de SP heeft een interruptie voor u. Dank, voorzitter. Een collega van GroenLinks zegt tussen neus en lippen door, de overheid loopt altijd achter. En als dat van die kant van de Kamer komt, vind ik dat nooit zo erg. Maar is mijn collega het met mij eens dat de overheid niet altijd achter hoeft te lopen? En dat juist belangrijke ontwikkelingen, zoals GPS, het internet, ruimtevaart, juist gedreven worden door de overheid. En dat dit onderwerp van het betalingsverkeer, van geldschepping, dat het belangrijk genoeg is en waar de overheid juist niet achter de feiten aan zou moeten lopen, maar juist voorop zou moeten lopen. Meneer Snels. Ik ga zo meteen nog wat zeggen over de overheid en wat we eigenlijk ook allemaal zouden moeten verkennen om als overheid ook een beetje bij te benen. Maar een tweede deel van mijn antwoord is, en daar verschil ik wat van mening met het eerdere verhaal van de heer Van der Linden, dat technologische ontwikkelingen altijd van de markt komen. En daarin heeft de heer Alkaya gelijk. Dat is niet zo. Het internet bijvoorbeeld is vanuit de overheid ontstaan. GPS is vanuit de overheid ontstaan. Waar marktpartijen meestal heel goed in zijn, is toepassingen verzinnen met nieuwe technologie, met fundamentele technologie, die juist door de overheid en door overheidsinvesteringen zijn bedacht. Dus daar ben ik het helemaal met u eens. Meneer Alkaya. Dank, voorzitter. Ik ben blij dat ik deze vraag heb gesteld en dat dit tot in de eeuwigheid is vastgelegd. Want dit is precies het punt wat ik bedoel. We moeten niet hier bij dit soort fundamentele punten, wat gaat over infrastructuur, zo zou je het kunnen zien, moeten we niet achter de markt aanlopen, maar juist voorop lopen als overheid. En ik ben blij dat de heer Snels dat met mij eens is. Meneer Snels. Zeker. En ik ga nu ook die andere kant benoemen. Ik was het dus eens met de inzet om vooral ook mensen te beschermen. Vooral ook omdat je ziet dat de wijze waarop ze nu gebruikt worden, de producten en de afgeleide producten, ook vooral ook negatieve consequenties hebben. Of er zijn risico's aan. Maar er is ook die andere kant. Die belofte van de nieuwe technologie. En het verkennen van wat er allemaal mogelijk is. En daar wil ik ook wel van de minister weten hoe hij daarnaar kijkt. Hij heeft gelijk
dat er door de anonimiteit geldwaarden bijvoorbeeld buiten het zicht van de Belastingdienst vallen, bijvoorbeeld. Maar in theorie hoeft dat niet. Via blockchain, het is toch een soort digitale boekhouding, die ook nog eens superieur is aan de ouderwetse boekhouding, wordt iedere transactie vastgelegd en zou in theorie, want technisch mogelijk, iedere transactie zichtbaar kunnen zijn en gevolgd kunnen worden. Misschien zelfs wel door de Belastingdienst. Weet je, dan zouden de problemen bij de Belastingdienst heel snel opgelost zijn. Maar dan moeten we wel weten hoe de technologie werkt. En eigenlijk zouden we, meneer Alkaya, als overheid dus ook ons moeten bemoeien met het sturen van de richting waarin de technologie zich beweegt. En moeten we dat dus niet verkennen, vraag ik aan de minister. Of wat te denken van het betalingsverkeer. Hier zit een relatie met PSD2, waar we binnenkort over praten. Daar willen we ook innovatie stimuleren. En het is nu nog niet zo, maar digitale valuta zouden een rol kunnen gaan spelen. Maar wat nou als grote techbedrijven dat gaan doen? Moeten we ons dan niet gaan zorgen maken over onze privacy en over de maatschappelijke macht? Wat als Google digitale valuta gaat uitgeven? Hoe ziet de minister de relatie tussen het debat dat we vandaag hebben en het debat dat we binnenkort krijgen over PSD2? En zouden we daar meer over moeten weten? En nog een voorbeeld, in theorie, via blockchain zou iedereen ook een rekening bij de centrale bank kunnen krijgen. Volgens mij is dat een beetje wat de heer Alkaya ook bedoelde. Om zo het betalingsverkeer te regelen en dan gaan banken alleen nog maar over kredietverlening, hypotheken. En dat zou het bankenrisico behoorlijk verminderen. Maar het heeft ook consequenties voor het monetaire beleid. Ook dat is allemaal toekomstmuziek nog, maar het zijn wel richtingen die interessant zijn om te verkennen. En we weten dat centrale banken experimenten uitvoeren, ook de BIS denkt daarover na. Maar we moeten beter begrijpen als overheid hoe die technologie nou eigenlijk werkt en wat voor beloften er aan vastzitten. Nu weten we ook dat de WR echt met een studie bezig is over het geldstelsel, maar ik weet niet in hoeverre zij ook die snelle technologische ontwikkelingen daarin meenemen. Kan de minister daar iets over zeggen en wanneer komt die studie? Wat ik in ieder geval wel denk is dat de overheid, wij als politiek, met kennisinstellingen, met start-ups, met techneuten, met toezichthouders, eigenlijk zouden we moeten gaan werken aan een strategische agenda die ingaat op de mogelijkheden van de nieuwe technologie, de kansen en de risico's, niet alleen voor het betalingsverkeer, maar ook voor de marktmacht, de privacy en welke rol de overheid nou eigenlijk zou moeten spelen. Hoe kijkt de minister er zelf naar? Wat voor initiatieven zou hij hiervoor willen nemen? En welke initiatieven zijn er al? Dank u wel, meneer Snels. Dan ben ik klaar. Juist. Meneer Mulder van de PVV wil u wat vragen. Meneer Mulder. Nou, ik snap niet zo goed waarom risico's bij banken kleiner worden als we als banken blockchain gaan gebruiken. Volgens mij is juist het unieke van zowel de crypto's als de blockchain dat er daardoor partijen tussenuit gaan. Als je apart weer een volledige bank ertussen schuift, vervalt het unieke van die beide technologieën, dacht ik. Nee, maar volgens mij zijn er allerlei mogelijke ontwikkelingen denkbaar. Maar wat je zou kunnen bedenken, want dat maakt die technologie uiteindelijk mogelijk. Weet je, nu zou het technologisch niet eens kunnen. Kun je je bedenken dat je via een rekening, allemaal individueel, een rekening bij de Nederlandse bank hebt. En via die rekening gaat het betalingsverkeer. En de andere bankaire producten, kredieten, hypotheken, zouden via banken kunnen gaan. Als banken dan weer eens in problemen komen, is het betalingsverkeer veiliggesteld. Weet je, dus dan split je risico's. Dat is een interessante gedachte en richting om over na te denken. Meneer Mulder. Ja, dat is interessant. Maar nog interessanter is het als je realiseert dat juist door die blockchain technologie je de hele bank niet meer nodig hebt, of een derde partij, om een veilige schriftelijke transactie vast te leggen. Dat is het mooie, daarvoor heb je dus niet meer nodig. Want als je zo gaat denken, heb je die bank straks helemaal niet meer nodig. Nee, dat is waar. Er zijn volgens mij inderdaad nog veel meer mogelijkheden denkbaar. Maar weet je, ik begon daar niet voor niks mee. Dat gaat echt mijn te kennis boven wat de technologie allemaal vermag. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat wij, stel dat u een hypotheek wil om een huis te kopen, dat u dat niet automatisch doet via blockchain technologie. En geld overmaakt naar een makelaar en u heeft een huis gekocht, maar dat u daar nog steeds wel advies over wil krijgen van banken, van makelaars, van, weet je, die rol van mensen zou ik niet willen uitschakelen. Wilt u nog een keer, meneer Mulder? Oké, goed. Dank u wel, meneer Snels. En dan als laatste spreker, meneer Azarkan. En meneer Azarkan spreekt namens de fractie van DENK.
Meneer Azarkan. Ja, voorzitter, dank. Dat is het voordeel als je een kleine fractie bent, dan mag je afsluiten. Volgens mij heeft het te maken met of je je snel aanmeldt voor een debat. Maar gaat uw gang, meneer Azarkan. Voorzitter, 500.000 Nederlanders werd net al vermeld bezit op dit moment cryptovaluta zoals bitcoins. Dat schrijft de minister in zijn brief van 8 maart. En een jaar geleden waren bitcoins en cryptocurrencies voor heel veel mensen nog een vrij abstract begrip. Inmiddels wordt er veel over gesproken en zijn we inmiddels zover dat we er in de commissie over gaan spreken vandaag. De bitcrash van begin dit jaar heeft ook wel een rem gezet op die ongebreidelde groei. En ik kan erover meepraten. Soms moet je het zelf ervaren. Ik ben vlak na de piek ingestapt en kende financiële pijn, net zoals alle andere mensen die dat hebben ervaren. En het deed me een beetje denken aan World Online, toen die beurskoers vlak nadat hij naar de 52 gulden alweer snel afdaalde richting de 20 gulden. En nou ja, dat hebben we ook uitgezongen. De vraag is nu, voorzitter, of de overheid mij voldoende heeft beschermd en vele van die anderen. Of... Meneer Paternotte wil zijn één na laatste interruptie aan u besteden. Meneer Paternotte. Voorzitter, voordat we gaan over de bescherming van de heer Azarkan, die vertelt nu dat hij dus zelf een bitcoinbezitter is. En zojuist toen u ook even de term initial coin offering uitlegde, noemde u het ook een aandeel natuurlijk. Toen minister Hoekstra minister werd en hij aantrad, toen werd met hem alle zijn bezittingen doorgenomen en werd over zijn aandelen werd geadviseerd om die te vervreemden, omdat dat toch mogelijke belangenverstrengeling is. Dus ik zou het wel aan u willen vragen. Vindt u het nou kunnen dat u blijkbaar zelf speculeert op iets wat u als Kamerlid ook reguleert? Meneer Azarkan. Voorzitter, ik heb hier een wezenlijk andere visie op. Ik denk dat het verstandig is dat Kamerleden spreken op basis van ervaring. En ik weet dat dat hier niet vaak gebeurt. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb de ervaring willen ondergaan om te kijken hoe dat nou precies werkt. Want we spreken hier en we gebruikten net ook een aantal termen. Op dit moment bezit ik overigens geen bitcoins, maar heb ik een aandeel in een aantal currencies via bitcoins. Dat is nog iets anders. Ik denk dat het goed is dat ik dat ervaren heb, zodat ik er uit eerste hand over kan vertellen. Meneer Paternotte? Ja, ik weet niet of u bunnycoins of ripples of wat dan ook heeft, maar het feit is natuurlijk dat u hier op een positie zit waarmee u nogal wat invloed heeft. De heer Ronders noemde net het voorbeeld van Zuid-Korea, waar het verboden werd en waarna de bitcoinkoers 13% inzakte. Als ik het goed begrijp, $2000 per houder van één hele bitcoin, wat natuurlijk niet zoveel mensen zijn. Dus mijn vraag is, vindt u het nou echt kunnen dat iets waar u zoveel invloed op heeft, dat voor andere mensen effect heeft, dat u zelf ook aan de knoppen zit? Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Paternotte wat doorschiet als het gaat en mij enigszins macht toekent die ik helaas niet heb, als mede een portefeuille die ik helaas niet heb. Ik heb op hele beperkte schaal geprobeerd om te ervaren hoe het is om uit eerste hand te kunnen vertellen hoe dat met cryptocurrencies werkt. En dat heb ik gedaan omdat ik het belangrijk vind dat je als Kamerlid dat ook moet kunnen ervaren. Ik denk dat de heer Paternotte dat enorm overdrijft. En dat is hem niet vreemd. Gaat u... Dat is een uitlokking, inderdaad. Gaat u gang, meneer Paternotte. Nou ja, wat vindt u dan van dat u de afgelopen maanden dus niemand wist dat u dit had, terwijl u hier natuurlijk wel allemaal uitspraken over deed en bent u in ieder geval bereid om transparant te maken over welk crypto bezit u dan precies beschikt? Want u zegt dat het allemaal niet zoveel voorstelt, maar u zei ook dat u de dip flink heeft meegemaakt. Dus wilt u dat transparant maken? Voorzitter, de heer Paternotte luistert niet goed. Ik heb namelijk meteen bij de hoorzitting al aangegeven dat ik deze bezittingen had. Dus als u goed geluisterd had tijdens de hoorzitting waar de heer Alkayan refereerde, dan heeft u kunnen vernemen dat ik die bezitting had. Meneer Nijboer, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Kijk, aan de ene kant denk je van ja, je mag alle vragen stellen en dat kan ook wel in het debat. Maar aan de andere kant zit er ook een beetje een zweem in van belangenverstrengeling als je dat zo vraagt. En ik wil de heer Azarkan hier steunen. Omdat die heeft aangegeven in die hoorzitting direct al heel open en eerlijk van ik heb die dingen. En ik heb dat ook bekeken om hoe dat allemaal kan. En we moeten wel een beetje zuiver zijn ook hier in de Kamer. Ik heb zelf helemaal nergens beleggingen in. Maar er zijn ongetwijfeld Kamerleden, ook uit de D66-fractie, die aandelen hebben in bedrijven. En dat is niet verboden. En ik wil niet dat we hier elkaar de maat gaan nemen in zulke debatten. Alsof je een soort belang ergens in hebt en dat het niet deugt. Dus ik wil dat toch even gezegd hebben. En ik vind dat de heer Azarkan hier ook heel... transparant. Ik heb heel veel debatten met Denk, maar ik vind het op dit thema niet terecht dat hij hierop wordt aangevallen. Dank u wel. Dan stel ik voor dat meneer Azarkan zijn betoog voortzet. Dank, voorzitter. Voorzitter, de Denk-fractie staat erg positief tegenover de zogenaamde blockchain-technologie. Blockchain wordt nu al ingezet om een effectief betalings- en effectenverkeer te reguleren.
met name voor het bijhouden van transacties. En daardoor dalen die transactiekosten enorm. Contracten, betalingen en eigendomsverhoudingen, alles kan veel efficiënter worden bijgehouden dankzij de blockchain-technologie. En er zullen nog vele toepassingen mogelijk zijn. Tussenpersonen, zoals banken, zullen minder of niet nodig zijn. Net zoals de post, ja, die werd toch overbodig omdat we voor een groot deel ook e-mail kregen. En gisteren las ik een interessant bericht in het nieuwsblad Transport. 3 Japanse rederijen gaan samen met 11 andere bedrijven onderzoeken hoe blockchain kan helpen om de administratieve romslomp flink te verminderen. Dit kan op termijn honderden miljoen euro's besparen. En deze bedrijven zijn nu nog afhankelijk van vrachtbrieven en andere documenten. En dankzij blockchain en een ander platform die zij willen oprichten, zal er mogelijk een hele eenvoudige papierstroom, zonder dat er werkelijk fysiek papier aan de grondslag ligt, nodig zijn. En er zijn nog veel meer bedrijven die de toepassing van blockchain onderzoeken. En ik vraag me af of de minister de Kamer kan informeren over welke Nederlandse bedrijven bezig zijn om de toepassing van blockchain verder te ontwikkelen. En kan hij dit meenemen in de update in de herfst? Technologische vooruitgang moet worden bevorderd door de overheid als dit leidt tot duurzaam concurrentievoordeel voor onze bedrijven en daarmee voor ons land. En graag hoor ik van de minister wat hij hiervan vindt. En hoe hij blockchain kan meenemen in het topsectorenbeleid en de digitale agenda van de EU. En verder wil ik van de minister graag weten wat de overheid hier nog meer mee kan doen. Hebben wij in Nederland bijvoorbeeld veel start-ups op dit gebied in vergelijking met andere landen? Zijn we al bezig met een cryptopolder in Almere of Delft? Voorzitter, blockchain heeft ook de bitcoin opgeleverd en nog vele andere munten. En die bitcoin die heeft ook wel iets moois. Collega Mulder refereerde daaraan, een munt die niet door de overheid wordt gecreëerd en ook niet door het geldscheppend bankwezen. Een munt van en voor de burger, een munt van vrijheid, net zoals het internet zelf. Maar er is natuurlijk ook een schaduwzijde. Mining van nieuwe bitcoins kost veel stroom, maar dat kost de eerste computer overigens ook. Bitcoins kunnen ook gebruikt worden als oncontroleerbaar spaar- en ruilmiddel voor criminelen. En hoe pakken we deze crypto-criminelen aan? Graag hoor ik of de minister daar ideeën over heeft. En wat gaat de minister doen met de initial coin offerings, de zogenaamde ICO's? Dat is de introductie van een nieuwe cryptomunt die te koop wordt aangeboden. Hij komt met een update in de herfst. En hij is bezig, zoals hij aangeeft, om dat in Europa, Europees verband aan te pakken. Dat is wel een proces van lange adem. En ik vind dat, voorzitter, niet snel genoeg gaan. De internetwereld beweegt zich in een razend tempo. En wat doen we in de tussentijd? En deelt de minister met mij de mening dat het van belang is dat er snel duidelijkheid komt over het wettelijk kader en het toezicht aangaande cryptovaluta. En we hoeven daar niet per se het wiel uit te vinden. We kunnen ook naar Zwitsers voorbeeld kijken hoe die dat hebben gedaan. En die hanteren, de FINMA, die hanteert 3 klassificaties voor de ICO's. Is het een valuta, is het een asset of is het een utility token? En op basis daarvan hebben zij het toezichtmodel ontwikkeld. En ik vraag aan de minister wat hij daarvan vindt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Assakan. Wij zijn aan het einde gekomen van de eerste termijn. Ik kijk even naar de minister hoeveel tijd hij nodig denkt te hebben. Tien minuten. Dan gaan wij om 9:50 verder. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ook
geopende vergadering. Aan de orde is de eerste termijn van de zijde van het kabinet. En ik geef het woord aan de minister van Financiën. Ik vraag de leden van de Kamer om hun plaatsen in te nemen of in elk geval te gaan luisteren naar de minister. Het woord is aan de minister van Financiën. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. En ook voor het vragen van de aandacht voor wat ik nog op te merken heb en een vraag te beantwoorden heb. En u spoorde mij de pauze al aan om het allemaal snel en staccato te doen, dus ook dat ga ik proberen. Voorzitter, we hebben hier natuurlijk vaak over dit onderwerp van gedachten gewisseld. En het interessante is dat sinds de kerst de koers van de bitcoin aanzienlijk is gedaald. Maar toch ook zo is dat ook weer andere cryptovaluten een grote vlucht hebben genomen. Terwijl we allemaal weten dat die bitcoins niet zonder risico's zijn en dat de toezichthouders en ook anderen, en niet in de laatste plaats ikzelf, daar ook voor gewaarschuwd hebben. En naast de zorgen over verlies van inleg zijn er ook verhoogde risico's voor het gebruik van cryptovaluta voor criminele doeleinden, zoals fraude en witwassen. Maar tegelijkertijd, en dat hebben diverse leden ook gezegd, biedt de onderliggende techniek van die cryptovaluta natuurlijk heel erg veel mogelijkheden. En dat is volgens mij ook het bredere punt wat diverse fracties hier gemaakt hebben en waar ik het ook zeer mee eens ben. Aan de ene kant willen we de risico's mitigeren en aan de andere kant willen we de innovatie en de onderliggende innovatie willen we natuurlijk stimuleren. Daar moeten we de juiste weg tussen zien te, of met beide moeten we de juiste weg zien te bewandelen. Voorzitter, de heer Ronnes die vroeg aan mij hoe het toezicht kan worden vormgegeven. Het antwoord erop is dat ik de regulering rond die cryptovaluta aan de hand van vier uitgangspunten wil doen. Eén is de hiaat in consumenten- en investeerdersbescherming, die moeten waar nodig worden gedicht. Maar ik zeg daarbij, die maatregelen moeten vervolgens wel proportioneel zijn. Het tweede is, we moeten de integriteit van het financiële stelsel natuurlijk blijven waarborgen. Zie ook juist de toch zeer serieuze zorgen die er zijn op het gebied van witwassen. Drie, de techniek achter de cryptovaluta, die moeten we behouden. Vier, het grensoverschrijdende karakter van cryptovaluta. Veel leden hebben dat ook zeer expliciet gezegd, de heer Nijboer en ook een aantal anderen. Dat moet op internationaal niveau worden gedaan, want hoe je ook over die cryptovaluta denkt. En ik merk dat er toch wel enige smaakverschillen zijn tussen de fracties. Het is een illusie om te denken dat je daar als Nederland alleen wat aan zou kunnen doen. Voorzitter, dan vroeg de heer Alkaya wat de stand van zaken is van de nationale aanpak sinds de brief. Ik zei al dat ik het vooral van groot belang vind om dit in internationaal verband daar het een en ander aan te doen. De ESMA heeft eind maart ook een aantal stevige maatregelen aangekondigd ter bescherming van particulieren. En binnen de EU wordt de vierde anti-witwasrichtlijn gewijzigd. En in afwachting van de Europese aanpak ben ik intensief met AFM en DNB in gesprek over de nationale mogelijkheden. Ik kom zo nog even op de vergelijking met Duitsland en Frankrijk toe, daar kom ik nog even op terug waar de heer Nijboer naar vroeg, maar dat is in ieder geval waar wij ook zelf stappen proberen te nemen. Voorzitter, dan vroeg de heer Paternotte en volgens mij ook de heer Mulder en de heer Ronnes van het CDA, die vroegen of er nou snel een Europees wettelijk kader komt en hoe het zit met adequaat toezicht en consumentenbescherming. Kijk, het is volgens mij precies zo als die drie leden ook gevraagd hebben. Hè. We moeten de bitcoin zeker niet willen verbieden, zelfs al zouden we het kunnen, en we kunnen het niet. We moeten zorgen voor regulering. En ik wil die dienstverlening daarom ook binnen een passend regelgevend kader brengen, juist om de risico's te mitigeren en innovatie te kanaliseren en ook te stimuleren. Minister, even een interruptie van de PVV, meneer Mulder. Ja, even voor alle duidelijkheid. De PVV heeft zeker niet gevraagd of een en ander in een Europees kader kan worden gebracht. Dus de vraag was meer dat Europa niks zou toevoegen en dat het een internationaal kader zou moeten zijn. Ja, voorzitter, ja. Dan heb ik dat in ieder geval zo geïnterpreteerd als dat ook voor de PVV geldt dat Europa nog steeds het buitenland is. Maar als ik enig misverstand heb laten ontstaan over De liefde die er al dan niet verloren is gegaan tussen de PVV en Europa, dan zou ik dat misverstand onmiddellijk willen wegnemen. Voorzitter. Ja, meneer Mulder. Voorzitter, excuus, maar even voor alle duidelijkheid wederom. Het is weliswaar een definitiekwestie, maar wij zijn hartstikke gek als PVV op Europa, op het continent wel te verstaan.
We hebben problemen met de EU gezeteld in Brussel. En we willen dus niet maatregelen via Brussel, maar we willen maatregelen internationaal. Helder. Minister. Voorzitter, ik durf het woord Europees wettenkader bijna niet meer uit te spreken. Maar volgens mij zijn de nuances duidelijk. In ieder geval willen we allemaal graag dit ook in internationaal en voor een groot gedeelte ook in Europees verband aanpakken en oplossen. Voorzitter, dan vroeg de heer Van der Linden, die vroeg nog over de aanpak van de handel in cryptovaluta. En zij vroeg, waarom zeggen DNB en AFM nou dat ze met lege handen staan en waarom zijn de regels voor beleggen niet van toepassing? En volgens mij zei hij ook specifiek, kunnen er niet een paar mensen van financiën worden vrijgemaakt en daarmee aan het werk? Ik probeer zeer spaarzaam met de mensen om te gaan bij financiën. Maar los daarvan, cryptovaluten die vallen op dit moment buiten de regels voor beleggen, omdat ze niet voldoen aan de kwalificatie van effect in de zin van artikel 1.1 van de wet op het financieel toezicht of een ander financieel product. Dat is vermoedelijk ongeveer het antwoord wat de heer Van der Linden had verwacht. Nou, even kijken of hij dat had verwacht, want hij wilde graag een interruptie plegen. Nou ja, meneer Van der Linden. Voorzitter, dan gaan we morgen artikel 1.1 veranderen en dan hebben we precies het haakje wat ik nodig heb. Ja, voorzitter, daar zouden we zeker met elkaar over kunnen nadenken. Ik zou er wel nog aan willen toevoegen dat die ICO's vaak zo zijn gestructureerd dat ze buiten de rijkwijde van de financiële toezichtregels vallen. Ik was nog niet aan het einde van mijn betoog, want ik wilde richting de heer Van der Linden sowieso aangeven dat ik het met hem eens ben dat we moeten kijken welke regels van het reguliere toezicht er wel degelijk handvaten bevatten. Volgens mij zijn we het daar met elkaar over eens. En voorzitter, even voor de precisie. Ja, gaat uw gang. Om er nog twee zinnen aan toe te voegen. Dat is ook precies wat we met AFM en DNB, want die dat zijn natuurlijk de partijen met wie we dat moeten willen doen, ook op dit moment onderzoeken. Meneer Paternotte, D66. Voorzitter, ik begrijp wel goed dat de minister zegt dat die ICO's geen effect zijn in de zin van de WFT. Maar als ze wel het karakter hebben van een effect en het gedrag vertonen wat je verwacht van een aandeel en ook bij mensen die het kopen de verwachting wekken die een aandeel wekt, dan is even de vraag of je principieel van mening bent dat waar dat mogelijk is, je probeert het wel binnen de rijkwijde van het toezicht te brengen. Want het is natuurlijk begrijpelijk dat de uitgever van een ICO juist probeert om niet onder het toezicht te vallen. Maar het is in ons belang voor de bescherming van mensen die het kopen om dat wel te doen als dat past bij de verwachtingen die mensen erbij hebben. Ja. Nee, voorzitter, ik hoor zeer wat de heer Paternotte zegt, maar hij zal met mij ook willen dat we de wet wel ook echt alleen maar zo uitleggen zoals die moet worden uitgelegd. Hè? Lex dura sed lex. Dus misschien moeten we de wet aanpassen, maar op dit moment zien wij niet de mogelijkheid om het er nu maar gemakshalve onder te moffelen, omdat ons dat goed zou uitkomen. Meneer Paternotte. Voorzitter, dat is ook daarom precies niet de vraag die ik stel. Moet je het eronder moffelen, maar moet je zorgen dat de wet aansluit bij waar die uiteindelijk voor bedoeld is. Zeker. En hij is bedoeld om wanneer mensen het idee hebben, ik koop een aandeel, en de bescherming te bieden die daarbij past. Dus daarom de principiële vraag voor u vindt dat als een ICO lijkt op een aandeel, het gedrag ermee vertoont en de verwachtingen probeert te wekken bij mensen, of je dan moet proberen om dat inderdaad onder de wet te brengen, eventueel door die te wijzigen om de wet wel voorspelbaar te houden. Ja, nee, en daar zijn de heer Paternotte en ik het zeer over eens. Dus de eerste vraag is, dat is natuurlijk de checkvraag, de testvraag. Klopt het nou dat die twee zaken zozeer op elkaar lijken dat je ze eigenlijk als hetzelfde zou moeten kwalificeren? Dat is wat de heer Paternotte zegt, dat is inderdaad een voorwaarde. Om je vervolgens de vraag te kunnen stellen, zien we nou mogelijkheden, dat is de vraag van de heer Van der Linden, om de wet zo aan te passen dat het allemaal ook onder die wetgeving valt. En dat is precies de vraag die voor ligt. Dus daar ben ik het ook zeer mee eens. Voorzitter, dan vroeg de heer Ronnes of nou voldoende duidelijk is welke risico's consumenten lopen. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat is een goede vraag en dat is natuurlijk ook de vraag. Consumenten lopen evident risico's bij het kopen van cryptovaluta. Vandaar dat ik ook, overigens met zeer gering effect, het ging net over het effect wat sommigen hebben gehad op de koers. Ik heb meermalen vanaf het begin, vrijwel direct na mijn aantreden, gezegd, woorden van strekking als bezint eer je begint. Grote risico's die hieraan verbonden zijn. En alle staatjes die ik daarna heb gezien tot een paar maanden geleden, die lieten een stijging van de koers zien en een groot aantal Nederlanders dat was ingestapt.
AFM en in mindere mate DNB hebben soortgelijke geluiden laten horen. En kennelijk hebben toch veel mensen gemeend dat dit een heel aantrekkelijk product was. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk juist in dit kalenderjaar ook gezien hoe extreem die koers kan fluctueren en dus ook heel hard naar beneden kan gaan. Het koersrisico is dus aanzienlijk. Dat is de reden waarom ik mensen daar ook op wijs. En daar waar het gaat om de dienstverlening aan regels te binden, zet ik ook expliciet in op het kijken naar risico-indicatoren en informatie richting consumenten. Voorzitter, dan vroeg de heer Nijboer, die vroeg specifiek naar Frankrijk en Duitsland. De heer Azarkan, die verwees nog naar Zwitserland. En ik deel op zichzelf zeker met de heer Nijboer dat als je nou nationaal wat kan doen, dat je dat ook moet willen doen. Volgens mij ging mijn antwoord richting het duo Paternotte en Van der Linden ook in die richting. Wij gaan zeker ook nog studeren op wat de Duitsers en Fransen hebben gedaan. Maar als ik heel eerlijk ben, heeft men wel vrij veel gezegd. Maar is het niet zo dat ze de wereld op dit punt, laat ik voorzichtig formuleren, dramatisch veranderd hebben? Ze hebben ook bovendien allebei wat anders gedaan. De Franse toezichthouder heeft recent specifieke uitleg gegeven over hoe ze bij ICO's verschillende type cryptovaluta en tokens klassificeren. En heeft nog eens uitgelegd welke regelgeving er dan geldt. En de Duitse toezichthouder heeft overigens wel net wat anders gedaan. Die heeft in een eerder stadium een vergunningseis opgelegd aan omwisselplatforms. Dus ik ben zeer bereid, wil ik de heer Nijboer ook toezeggen, om te kijken of er nog andere elementen zijn. Mijn bredere patroonherkenning is wel dat als je nou onderzoekt, en dat hebben we als ministerie gedaan, ook voor het schrijven van die brief, onderzoekt wat er gebeurt en je juist wat de Kamer volgens mij wil en wat ik zelf ook wil, dat je hier toch een rol speelt in de voorhoede. Het waren toch ook best wat collega's en collega-ambtenaren in andere landen die nog niet helemaal wakker waren op dit onderwerp, laat ik het zo formuleren. En die zelf ook worstelden met de vraag, wat moeten we nou, wanneer moeten we het, hoe moeten we het, nationaal, internationaal of in Europees verband. Voorzitter, de heer Paternotte die vroeg nog, moet er geen regulering komen zoals in Japan? Japan kent sinds vorig jaar een vergunningseis voor omwisselplatforms. Dat lijkt dus op de Duitse situatie. En daaronder vallen onder andere de eisen voor bestuursleden, solventie en het risicobeheer. En dat zijn zeker interessante voorbeelden. Dus toezegging die ik net deed in de richting van de heer Nijboer, die doe ik ook in de richting van de heer Paternotte als het gaat om het verder bestuderen van de Japanse context. Ik ga dat overigens ook dat weer samen doen met AFM en DNB en ik zal er de Kamer in het najaar ook over informeren. Voorzitter, dan vroeg de heer Nijboer, ja, wie bezit nou eigenlijk de bitcoins en wat gaat het kabinet doen aan marktmanipulatie? En bitcoins en andere cryptovaluta die zijn natuurlijk anoniem en de eigenaren zijn bekend. Dat is wat het wel ingewikkeld maakt, in ieder geval het eerste stuk van zijn vraag. En die marktmanipulatie waar hij naar verwees, daar heeft hij gelijk in. Daar is sprake van en er wordt soms ook zelfs openlijk toe opgeroepen. En dat is ook misschien niet zo heel verrassend als je je realiseert wat hoe de bezitsverhouding is waar hij zelf ook naar verwees. Dat is de reden dat we ook als kabinet dat regelgevend kader willen. Laat ik wel helder zijn over de beperkingen. Cryptovaluta worden wereldwijd via honderden omwisselplatforms verhandeld. Dus het is nog niet zo makkelijk. Wat we daarop kunnen doen, daar kijken we dus naar Europees en nationaal. Een variant daar nog op was de vraag van de heer Nijboer over piramidespelen. Wat gebeurt daar nou? Daar is het goed om te benoemen dat de kansspelautoriteit zegt dat cryptovaluta geen kansspel zijn, maar dat ze tegelijkertijd niet uitsluiten dat hier wel degelijk piramidespelen over georganiseerd worden. En dat is natuurlijk zorgelijk. En wat ik de heer Nijboer zou willen toezeggen is dat ik ook bij de kansspelautoriteit nogmaals onder de aandacht breng dat wij hierover geïnformeerd willen blijven worden. Meneer Nijboer wil hier een interruptie opplegen. Meneer Nijboer, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, want ik vind het zelf wel een mooie toezegging. Want kijk, het is natuurlijk zo bij die piramidespelen en ook bij die marktmanipulatie. Die mensen zoeken natuurlijk allemaal mogelijkheden zodat de wetgever ze niet pakt. Ja. En als we weten dat het aan de hand is, en dat geeft de minister nu aan, hè, van piramidespelen, risico, marktmanipulatie is gewoon zo. Ja, dan wil je toch eigenlijk dat er opgetreden wordt. Ja.
En niet dat we zeg maar, met een wetje gaan kijken, is het een kansspel? En als het een kansspel is, dan moeten we die wet en de andere. Het is gewoon de boel bedonderen. Dus er moet ook eigenlijk het Openbaar Ministerie achterheen, zou ik zeggen. Ja, voorzitter, helemaal eens. Ik wilde alleen wel dat onderscheid maken, want dat is belangrijk voor het soort debat wat je hebt en wie er op afstuurt. Hè, in bredere zin ben ik het ook eens met de heer Nijboer dat misbruik en fraude al langere tijd de aandacht hebben en ook zouden moeten hebben van de opsporingsautoriteit en het OM. Heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Ik heb ook begrepen dat de FIOD de afgelopen 2 jaar een aanzienlijk aantal zaken heeft gedraaid op dit gebied. En dat er ook door rechters hoge straffen in dit type dossiers zijn opgelegd. Maar de reden dat ik toch naar die kansspelautoriteit verwees, voorzitter, is omdat die kennelijk wel enig zicht heeft en enige indrukken heeft van die piramidespelen. Volgens mij is dat het specifieke punt waar de heer Nijboer naar verwees. Voorzitter, dan vroeg de heer Azarkan nog, we zijn echt nu inmiddels diep in de criminaliteit beland, hoe pakken we het crimineel gebruik van cryptovaluta, hoe pakken we dat aan? Dat is natuurlijk een zeer terechte vraag en dat is ook precies wat we niet moeten willen en een van de grootste zorgen eerlijk gezegd die we natuurlijk ook in Europees verband al besproken hebben. Want het feit dat dit zo anoniem is, betekent ook dat het een ideale plek is om crimineel geld wit te wassen. Dus ik zeg in de richting van als ik aan de Nederlandse opsporingsautoriteiten hebben hier nadrukkelijk aandacht voor. Ik verwees net al naar de FIOD, maar dat gebeurt ook in internationaal verband. Voorzitter, dan nog een paar laatste dingen over de ICO's. U zei net zelf al wat dat betekende. Het is de tegenhanger van de IPO's, de initial public offerings die we bij bedrijven die naar de beurs willen kennen. De heer Paternotte die vroeg nog, kunnen ICO's nou onder dezelfde regels komen met betrekking tot de informatiedocumenten als andere beleggingen? Vandaar ook nog kort die verwijzing naar die IPO's. Kijk, ik zet mij in voor ook een Europese aanpak ten aanzien van die ICO's. Ik wil daar ook met gelijkgestemde landen een voortrekkersrol vervullen. En daarnaast ben ik met de AFM aan het kijken wat nou de mogelijkheden zijn binnen het bestaande regelgevend kader om hier handhavend op te treden. En ik deel met de heer Paternotte dat het belangrijk is dat je bij ICO's goede informatieverstrekking zou moeten willen hebben, want dat helpt consumenten gewoon om een goede en afgewogen beslissing te nemen. Dat is overigens nog best een ingewikkelde weg, zeg ik er meteen bij. En ik zou daar in de richting van de heer Paternotte willen zeggen dat ik hem ook op dit specifieke punt in het najaar over informeer. Want ik kan me zomaar voorstellen dat hij dan graag wil weten hoe dat gevorderd is. Voorzitter, dan heb ik nog een vrij rijk blokje overig met daarin de blockchain energievoorziening DNB en nog een paar andere dingen. Eerst over het energieverbruik. De heer Nijboer die vroeg daarnaar en ook de heer Ronnes. En hoe kijken we nou aan tegen het energieverbruik? En het klopt, IT kost überhaupt een heleboel energie. En bitcoins kosten helemaal heel erg veel energie. Dat minen van bitcoin heeft gewoon nadelige energie en daarmee ook milieueffecten. Om die transacties te verifiëren is gewoon heel veel rekenkracht nodig. Dat leidt tot aanzienlijk energieverbruik en de vergelijking die een paar van de leden maakte was wel aardig. Het is, als ik het nog iets verder mag extrapoleren, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je het gewoon over de energievoorziening van een middelgroot land. Dat is wel echt serieus. Dat is natuurlijk betreurenswaardig. Ik wil er wel bij opmerken dat dit probleem met name in het buitenland speelt. Dat de energietarieven in Nederland relatief hoog zijn. Dat op dit moment we in Nederland niet aantrekkelijk lijken te zijn voor mining. De vraag van de heer Nijboer was eigenlijk ook nog, ja, maar wat kunnen we er nou aan doen? En ik bespeurde ook nog een zekere appreciatie van een bepaalde brief die hij had gekregen vanuit de richting van het kabinet. Wat volgens mij verstandig is om te doen, als we nou die energievoorziening serieus nemen en we toch weten dat we nadenken over het klimaat, zou het volgens mij belangrijk zijn dat we al werkende aan het klimaatakkoord bij, ik denk de industrietafel, nog eens onder de aandacht brengen wat de observatie is op dit specifieke punt. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe groot of klein het is in de energievoorziening als ik het bijvoorbeeld afzet tegen de chemische industrie. Ik heb geen idee wat daar de
de verhoudingen zijn. Maar ik zou het in ieder geval nog zelf onder de aandacht willen brengen van de staatssecretaris en de minister van EZK. Want die hebben denk ik een beter zicht op de proporties en ook of het inderdaad verstandig is om het juist bij die industrietafel onder te brengen. Voorzitter, ik ben bijna buiten adem van al dat snelle praten dat u van mij verlangt, maar we schieten wel op. De heer Snels die vroeg, ja, die had een lofzang op de blockchain. Anderen hadden dat ook, maar niet zo pregnant als hij. En of we niet meer moesten verkennen op dat gebied. En dan zijn we volgens mij beland bij, niet zozeer de reguleringskant, maar dat tweede gedeelte van mijn mantra, van risico's mitigeren, maar innovatie ook stimuleren. Als overheid bereiden we op tal van gebieden ons voor op de implementatie van nieuwe technologieën. En het kabinet is op dit moment bezig met een, zoals dat zo mooi heet, kabinetsbrede Nederlandse digitaliseringsstrategie. Ik weet niet of ik het een tweede keer goed kan uitspreken, maar de staatssecretaris van EZK is hiermee aan de gang en zal die naar de Kamer sturen. En het kan bijna niet anders of die digitaliseringsstrategie gaat ook de heer Snels bereiken. En dan ongetwijfeld gaan we dan daarna weer met elkaar erover in gesprek. Meneer Snels, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Dat zou mij in ieder geval een motie besparen in tweede termijn. Want ik had wel zo'n soort van motie in voorbereiding mede. Ook omdat ik zelf het gevoel heb dat we nog niet helemaal precies weten wat de mogelijkheden van blockchain zijn. Mag ik dan de minister wel vragen dat hij dan ook in die digitaliseringsagenda van de overheid ook heel specifiek ingaat op de rol van de overheid. Niet alleen in het reguleren, waar ik voor ben, maar ook in het stimuleren. Dan wel ook bijvoorbeeld wat de rol van de centrale bank is of wat het zou kunnen betekenen, zelfs voor het monetaire beleid. Het is een vrij brede vraag die ik had als het gaat over blockchain. Voorzitter, als ik het nou zo mag doen, dat ik de staatssecretaris van EZK deelgenoot maak van de wens van de GroenLinks-fractie, van de heer Snels. En dat ik daar bovendien bij vermeld dat anders een volgende motie van de heer Snels als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangt. Dus dat ik erg hoop dat ze het serieus neemt. En dan ontdekken wij samen wat er in die Nederlandse digitaliseringsstrategie allemaal wel of niet belandt. En als dat dan nog aanvulling behoeft van mijn kant, dan ben ik daar uiteraard graag voor beschikbaar. Voorzitter, de heer Azarkan die vroeg nog welke Nederlandse bedrijven nou bezig zijn met blockchain en wat ik vind van het meenemen van blockchain in de EU-topsector. Kijk, ook daar weer zou ik moeten verwijzen naar de digitaliseringsstrategie. Ook dit punt wil ik graag meenemen, want ook de heer Azarkan heeft denk ik terecht onder woorden gebracht, net als overigens de heer Mulder, wat de grote mogelijkheden zijn die we nu al zien van blockchain. En vermoedelijk zijn er ook een heleboel mogelijkheden die we nu op dit moment nog niet zien. Dus daar ben ik graag toe bereid. Voorzitter, dan vroeg de heer Alkaya of de experimenten met de DNB-coin, of die uitgebreid zouden kunnen worden. En digitaal centrale bankgeld, in jargon CBDC, dat is een interessante ontwikkeling. Daar zijn hij en ik het zeer over eens. Een aantal leden, ook de heer Snels, hebben nog benoemd dat je misschien wel risico's zou kunnen verkleinen. Tegelijkertijd is het wel eerlijk om te zeggen dat die CBDC's ook weer risico's met zich meebrengen en dat je dus daar niet lichtzinnig toe moet overgaan. Hè? Want ik denk dat we ons allemaal ook wel kunnen voorstellen dat als we nou al dat geld zo meteen geblockchained hebben, maar er gaat wat mis. En we kunnen allemaal niet meer bij dat geld, want het is allemaal inderdaad razend goed beveiligd. Hebben we ook best een ingewikkelde situatie. Dus ja tegen nadenken, ja ten opzichte van nadenken, onderzoek aanmoedigen. En de WRR heeft inmiddels ook aangegeven dat men dit gaat meenemen in het onderzoek naar geldschepping. Dus dat zou ik nog in de richting van de heer Alkaya willen zeggen. Meneer Alkaya, SP. Ja, dank voorzitter. Ik kijk ook erg uit naar het rapport van de WRR over geldschepping. Maar ik vroeg specifiek ook aan de minister, is hij bereid om de experimenten die nu nog in een vrij beschermde omgeving plaatsvinden, om dat op den duur ook de buitenwereld in te brengen, zodat wij ook in de buitenwereld kunnen zien hoe die valuta zich ontwikkelen. Andere landen zijn daar dus al mee bezig. De minister. Ja, voorzitter, ik wil daar toch een beetje voorzichtig zijn om daar namens DNB wat toe te zeggen. Als ik me niet vergis, heeft DNB ook de Kamer hier een technische briefing over gegeven. Ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd of de heer Alkaya daar toen ditzelfde heeft gevraagd en zo ja wat daar het antwoord op was. DNB loopt echt voorop
in het uitvoeren van dit soort experimenten, daar waar de Nederlandse Bank denkt dat het nuttig is. Ik wil graag tegen de heer Alkaya zeggen dat ik dit nog eens bespreken op de agenda zet van de reguliere overleggen die ik met de president van de Nederlandse Bank heb. Maar ik kan hem niet toezeggen dat DNB hier ook sowieso gaat uitbreiden in de richting die hij wenst. Dat zou ook niet goed zijn gegeven de onafhankelijkheid van DNB. Meneer Alkaya? Nee, met die toezegging van de minister dat hij het ter sprake brengt, kan ik prima leven. Kijk, waarom ik het vraag is ook, omdat ik die vraag ook aan DNB heb gesteld en ook tijdens het rondetafelgesprek ook al heb gesteld. Alleen, DNB heeft vooral natuurlijk gekeken naar de technische mogelijkheden en onmogelijkheden, maar er zitten natuurlijk ook heel veel financieel-economische gevolgen aan. En daar moeten wij als politici toch ook wel een mening over vormen. Nou, ik als socialist heb daar wel bepaalde meningen over. Vooral over het positieve effect wat het kan hebben op onze financiële instellingen. En dus ook hun macht daarmee te breken. Maar ik zou wel geïnteresseerd zijn, naast dus het rapport van de WRR, om die experimenten uit de beschermde omgeving te halen en ook in de buitenwereld te kijken wat dat betekent. Dus als de minister dat kan bespreken, of dat mogelijk zou kunnen zijn, om de financieel-economische consequenties daarvan beter te begrijpen, dan zou dat heel mooi zijn. De minister. En dan word ik er natuurlijk graag over geïnformeerd. Ja, voorzitter, we moeten wel voorzichtig zijn. Want wat ik gezegd heb, is dat ik graag bereid ben, ook al om de heer Alkaya zegt, ik heb het eigenlijk zelf al aan de Nederlandse Bank gevraagd. Mij is nog niet precies bekend wat het antwoord is geweest van DNB. Dus ik wil graag de vraag stellen en dan begrijpen wat en waarom het antwoord was van DNB. De partijpolitieke lading en de gedachte dat we dit zouden moeten gaan doen om de macht van de financiële sector te breken. Ik citeer, ik zeg geen dingen die mijn eigen mening zijn. Dat wordt niet een opdracht. Er is sowieso geen sprake kan hier zijn van een opdracht. Maar dat kan me ook niet voorstellen dat de insteek zou moeten kunnen of willen zijn van DNB. Dus dat wil ik wel echt uit elkaar trekken. Ik wil de vraag stellen. Ik wil ook graag begrijpen wat de overwegingen zijn van DNB. Maar de appreciatie die vandaan komt achter de vraag, begrijp ik nu, van de heer Alkaya, die wil ik wel echt bij hem laten. Dat zal hij van mij ook begrijpen. Voorzitter, dan vroeg de heer Snels nog hoe ik het debat van vandaag zie in relatie tot PSD 2. En het is goed om daar nog eens een keer te zeggen dat PSD 2 gaat over nieuwe betaalmogelijkheden en mogelijkheden om je bankrekening op een nieuwe wijze te gebruiken. En ook de zorg over de privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens en bankdata. Kijk, dit gaat over reguliere valuta en reguliere, deels nieuwe financiële instellingen die onder toezicht staan of komen te staan. PSD 2 gaat niet over cryptovaluta. Wel zal PSD 2 meer mogelijk maken op het gebied van innovatie, concurrentie en ook fintech. Punt. Voorzitter, dan vroeg de heer Ronders nog over box 3 en het doorgeven van waarde aan de Belastingdienst. Een zeer begrijpelijke vraag. Zoals altijd geldt ook hier dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste en volledige aangifte. En als burgers een vermogen hebben in cryptovaluta, dan zullen ze die ook gewoon moeten opgeven bij de fiscus. En in die zin zijn cryptovaluta niet anders dan geld op een bankrekening of een papieren tientje in een sok. Al is dat op de bankrekening misschien makkelijker zichtbaar dan in die oude sok of in die crypto wallet. Meneer Ronders, CDA. Ja, voorzitter, dat klopt wat de minister zegt. Alleen je krijgt natuurlijk wel dat de controle erop een stuk lastiger is. Hè? Dat je dus niet erachter kunt komen van welke vermogens staan uit. En je kunt geen dubbelcheck doen als Belastingdienst. En anderzijds is het ook mogelijk dat je in het transactieverkeer, dat als een tegelzetter in een woning tegelzet en via cryptocurrency betaald wordt, heb je ook over btw-stromen geen zicht als Belastingdienst. Dus het is misschien toch een goed punt om daar met name ook over na te denken. Of dat daar toch in de systematiek iets gevonden kan worden, dat je daar iets mee kunt. De minister. Ja. Nee, voorzitter, dat zie ik zeer. Hè. En ik wil alleen twee dingen uit elkaar trekken. Hè. Het feit dat iets moeilijker te vinden is voor de Belastingdienst, ontslaat een belastingplichtige nooit van de verantwoordelijkheid om deugdelijke aangifte te doen. Volgens mij, zo begrijp ik de heer Ronders, zeker ook in tweede instantie, zou de Belastingdienst niet nog eens moeten studeren op hoe het eenvoudiger zicht krijgt op wat er omgaat in die wallets. Zo interpreteer ik zijn vraag.
Volgens mij heeft dit de aandacht van de staatssecretaris, maar laat ik dit ook nog specifiek bij hem neerleggen. Voorzitter, buiten adem en wel ben ik volgens mij aangekomen bij de finish van mijn eerste termijn. Dank u wel, meneer de minister. Dan kijk ik rond of er behoefte bestaat aan een tweede termijn. Dat bestaat er, dus ik geef het woord aan meneer Paternotte van D66. U heeft een derde van de spreektijd, dus dat is 1 minuut en 20 seconden. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is mooi om te zien in zo'n debat dat eigenlijk heel veel Kamerleden elkaar heel goed kunnen vinden. In ieder geval het zien van de kansen van deze innovatie. En natuurlijk een bepaalde mate van regulering en rol van de overheid zien. Ik had eigenlijk 3 moties, maar één daarvan heeft de minister zo dicht gekomen bij het exacte verzoek dat ik deed, dat ik die niet zou vragen over de essentiële beleggersinformatie. Waarvoor dank. 2 andere moties. De Kamer gehoord de beraadslaging, overwegende dat Japan voorop loopt in de regulering van cryptovaluta en deze markt 20% bijdraagt aan de economische groei van het land. Van mening dat door de regulering de potentie van cryptovaluta, initial coin offerings en de achterliggende technologie verkend kunnen worden, terwijl tegelijkertijd misbruik en criminaliteit kunnen worden tegengegaan, verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de Japanse Virtual Currency Act een model kan zijn voor de Nederlandse regulering van cryptovaluta en het resultaat van het onderzoek in het 4e kwartaal met de Kamer te delen. Deze dien ik in samen met de heer Van der Linden van de VVD. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Het is het geval, maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat bedrijven in een gezonde kapitaalmarkt kunnen beschikken over een mix van financieringsvormen, overwegende dat de uitgifte van tokens, zogenaamde ICO's, een manier kan zijn voor startende bedrijven om extra kapitaal aan te trekken voor investeringen. Van mening dat het aantrekken van investeringen via de uitgifte van ICO's bij kan dragen aan ondernemerschap en innovatie bij startende bedrijven die moeite hebben om regulier krediet te verkrijgen. Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het aantrekken van investeringen via de uitgifte van ICO's kan worden gereguleerd en daarmee een kader te schetsen waarbinnen bedrijven en investeerders de mogelijkheden van ICO's veilig kunnen benutten, terwijl misbruik en criminaliteit wordt tegengegaan en gaat over tot de orde van de dag, mede samen met de heer Van der Linden van de VVD. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dat maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Dan gaan we door naar de volgende spreker, dat is meneer Van der Linden van de VVD. Voorzitter, ik geloof dat we het over veel dingen eens zijn vanavond. En dan gaat het vooral over die blockchain-technologie. En die willen we hoe dan ook niet onmogelijk maken, wat we ook doen met regelgeving. Maar ik benadruk dan toch nog maar even de verschillen die er in dit debat waren. De VVD vindt dat speculeren mag. Onverstandige uitgaven doen mag ook. Ze betalen met je creditcard mag ook. Om de simpele reden dat ik zelf wel bepaal wat ik met mijn geld doe. Maar wat we niet willen, is dat we bedrogen worden door kwaadwillende partijen. En die zijn er rond deze nieuwe technologie genoeg. En daarvoor hebben we naar onze smaak geen nieuwe regels nodig. We hebben regels die we gewoon kunnen gebruiken. Nou vroeg ik de minister, kunt u een paar mensen beschikbaar stellen daarvoor? Maar eigenlijk hoor ik de minister zeggen, die paar ambtenaren die zijn al aan de slag, namelijk samen met de AFM en DNB. Dus als de minister knikt, dan pak ik dat op als een ja. Dan heb ik eigenlijk nog maar één concrete vraag. Wanneer is het allemaal klaar? En dat is natuurlijk zo'n vraag die de minister niet zo graag wil horen. Maar met alle ambitieuze internationale aanpakken willen we natuurlijk niet tot Sint-Jutemus wachten. We zitten immers ook al 391 jaar te wachten op regulering van de handel in tulpenbollen. Die is er ook nooit gekomen. Dus ik hoop dat de minister wat dat betreft iets meer haast wil maken. En kan hij daar een beetje concreet over zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Linden. Meneer Nijboer van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik had al gezegd, ik was wel redelijk tevreden met de insteek van het kabinet in de brief. Ik had nog wel wat aanvullende vragen. De minister heeft gezegd, ja, die criminaliteit gaan we mee aan de gang. En ik ga ook de kansspelautoriteit daar verder op afsturen. Kijken of we daar ook nog winst kunnen boeken. Naast het Openbaar Ministerie dat al bezig was.
Die Duitse en Franse regulering, die breng ik in kaart. Die lijkt misschien op papier ook wel wat verdergaand dan die in de praktijk is. Maar als we daarvan kunnen leren, dan gaan we daarmee aan de gang en kom ik daar bij de Kamer op terug. Nou, daar hoef ik dus geen motie over in te dienen, voorzitter, want de minister gaat dat doen. En minister Wiebes gaat op pad om te kijken wat eigenlijk het energieverbruik is. En misschien moeten we daar ook wel wat aan doen. Nou, dat waren mijn drie hoofdpunten. Daar heb ik toezeggingen op gekregen en een beantwoording die me bevredigt. Dus ik heb geen moties in de tweede termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijboer. Dan is nu het woord aan meneer Ronnes van het CDA. Meneer Ronnes. Ja, voorzitter, dank voor de uitgebreide beantwoording van de minister in de eerste termijn. Wat wel helder is geworden vanavond is toch dat er veel handen op elkaar te krijgen zijn voor een duidelijke regulering. Zij het enerzijds met bestaande regulering en anderzijds bij regelgeving waarvan we zien dat die toch nodig is, waarvan we later in kunnen stellen en dan bij voorkeur in internationaal verband. Het punt waar ik nog wel een extra nuance in wil leggen is die bewustwording en die voorlichting naar de gewone burger die wat verder van de cryptocurrency afstaat. En vandaar heb ik de volgende motie samen met collega Bruins. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de ontwikkelingen met cryptovaluta het afgelopen jaar snel gaan met volatieve koersen, stijgende marktactiviteiten en toename van het aantal deelnemers ook in Nederland tot gevolg. Overwegende dat vanwege de hype en grote te behalen winsten ook steeds meer particulieren investeren in cryptovaluta, maar dat gevaren als zoals grote verliezen niet breed bekend zijn, met als risico een nieuwe financiële misstand zoals eerder het iSafe-schandaal en boekenpolissen. Verzoekt de regering in overleg te treden met de toezichthouders en consumentenorganisaties, onder andere Consumentenbond, Wijzer in Geldzaken enzovoorts, hoe er bij consumenten een bredere bewustwording van de kansen en bedreigingen van cryptovaluten kan worden gecreëerd en de Kamer voor het einde van het jaar over de resultaten te informeren. Gaat over tot de orde van de dag, ingediend door de leden Ronnes Bruins. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Ronnes. Meneer Alkaya van SP. Ja, dank voorzitter. De minister geeft aan de risico's te willen mitigeren en innovatie te willen stimuleren. Over de risico's heb ik de vraag gesteld, waar staat het met de mogelijkheden die wij nationaal hebben om alvast handhaven te kunnen optreden? Daarvan heeft de minister eigenlijk alleen maar gezegd, we zijn in gesprek met AFM en DNB en ik kom er in het najaar op terug. Nou, ik ben benieuwd naar naar de resultaten van die gesprekken en ik heb er eerlijk gezegd ook een vertrouwen in dat wij op dezelfde lijn zitten en alle partijen hier wel, dat we die risico's over hoe je consumenten het beste kunt beschermen, dat we die delen. Dus ik kijk uit naar wat de minister daarover alvast nationaal kan doen. Over het tweede deel, namelijk over het stimuleren van innovatie, denk ik dat dus de overheid een grote rol speelt. Ik heb daarover geen motie, maar ik zou wel iets meer informatie erover willen, want de minister geeft aan dat de experimenten doorgaan, maar die tegelijkertijd ook bij de Nederlandse Bank het gesprek zal aangaan over hoe die experimenten doorgezet zullen worden. En dan zit er een technisch aspect aan over wat die cryptovaluta kunnen doen vanuit overheidswegen. En er zitten ook financieel-economische consequenties aan. En daarvan heb ik er twee genoemd. Namelijk het effect op waar mensen heen kunnen met hun spaargeld. Dat ze schuldvrij en risicovrij hun spaargeld kunnen stallen. En het publiek betalingsverkeer. Dus dat zij zonder de banken betalingsverkeer aan elkaar kunnen verrichten. En daar zou ik toch graag een nadere analyse van de minister willen. En als dat niet in de tweede termijn kan, graag dan wel in een latere brief over de financiële-economische consequenties van een publieke digitale munt. Dank u wel, meneer Alkaya. Meneer Mulder van de PVV ziet af van een tweede termijn. Meneer Snels van GroenLinks. Meneer Snels. Dank u wel, voorzitter. Ik kan vrij kort zijn en misschien eigenlijk alleen maar een correctie op de woorden van de minister dat ik een lofzang hield in mijn eerste termijn. Eigenlijk was de kern van mijn betoog, je ziet altijd twee wetmatigheden binnen de politiek. We lopen achter en we zien dan de risico's. En dat is eigenlijk wat we zien in de brief van het kabinet. En dat steun ik. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is, die cryptovaluta, die bestaan al een jaar of 10. Nu zien we de risico's en die moeten we heel snel reguleren. En wat ik eigenlijk zou willen, en dat is die strategische agenda, die mogelijkheden van blockchain, die kunnen veel ingrijpender worden voor de samenleving. Dat kan voor de overheid interessant zijn, maar er kunnen ook allerlei risico's weer aanzetten. We hadden het ook over het energieverbruik bijvoorbeeld.
En dat is niet zozeer een lofzang, maar proberen deze keer als overheid nou eens voorop te lopen en niet achteraf meer heel snel regels te moeten stellen. Maar ik ben blij met de toezegging van de minister dat hij dit allemaal gaat doorgeven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om dat mee te nemen in de digitale agenda. Dank u wel. Dank u wel, meneer Snels. Ja, het was inderdaad de staatssecretaris van Economische Zaken. En als laatste spreker is het woord aan meneer Azarkan. En meneer Azarkan voert het woord namens DENK. Meneer Azarkan. Voorzitter, dank. En ik dank ook de minister voor de beantwoording. In mijn eerste bijdrage sprak ik over dat Zwitsers model. Ik heb met een aantal mensen gesproken die actief zijn in de cryptocurrency, het vermogensbeheer. En die waren daar toch erg van gecharmeerd. Dus vandaar ook de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat de blockchain-technologie relatief nieuw is en het reguleringskader ten aanzien van cryptovaluta nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Van mening dat het van belang is dat er snel eenduidige en goede wetgeving komt die cryptovaluta en de emissie van nieuwe cryptovaluta reguleert. Overwegend dat daarbij ook naar andere landen gekeken kan worden die al verder zijn in de ontwikkeling van het reguleringskader, verzoekt de minister te bezien of het Zwitsers model voor de regulering van de initial coin offerings in Nederland en de EU navolging kan verdienen en verzoekt de Kamer hierbij de update in de herfst van 2018 nader over te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Het is het geval, dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Dank, voorzitter. Dank u wel, meneer Azarkan. Dan schors ik, of wil meteen verder? Ja, natuurlijk, natuurlijk. De minister die kan meteen antwoorden, dus gaat uw gang, meneer de minister. Voorzitter, dank. Voorzitter, nog een paar korte losse vragen. Ik moet natuurlijk beginnen met mijn gevoel van betreuren uitspreken richting de heer Snels, dat mijn taalgebruik een misverstand tussen hem en mij heeft veroorzaakt wat bepaald niet zo bedoeld was. Bovendien was ik het zeer eens met wat hij eerder heeft gezegd. En daar haalde hij een Duitse hoogleraar aan. We hebben in Nederland tenminste ook één zo'n soort hoogleraar die ook zeer verstandig onderzoek doet op het gebied van de risicosamenleving en hoe we de meest mogelijke, maar vooral ook onmogelijke risico's proberen af te dekken, meestal met heel erg veel geld. De gedachte dat we ons en zeker ook dat de overheid ons van al die risico's kan bevrijden is een illusie. Dus ik wilde nog zeggen dat ik dat ook zeer met hem eens ben. Voorzitter, dan vroeg de heer Van der Linden nog aan mij, ja, wanneer is het nou klaar? En het antwoord is, denk ik, een beetje teleurstellend, maar klaar is dit onderwerp vermoedelijk nooit. 371 jaar geleden en de tulpenmanie, dat is natuurlijk een geweldige vergelijking. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat mijn vermoeden is dat deze technologie en deze discussie, die zal nog een hele tijd heel veel vragen van ons allemaal. Daar zullen we ook, dat heb ik volgens mij vanaf het begin gezegd, laten we er rekening mee houden dat we ook nog regelmatig op dit onderwerp, juist omdat het gaat om terra incognita, onze koers moeten bijstellen, nieuwe inzichten krijgen enzovoort. Maar, en dat wil ik natuurlijk wel in de richting van de heer Van der Linden zeggen, wij willen volgens mij allemaal met nuanceverschillen een rol in de voorhoede spelen. We willen ook dat er tempo wordt gemaakt in Europa. Het is ook goed om te zien dat anderen in Europa, mede daardoor ons toe geënthousiasmeerd, daar inmiddels ook voor te poren zijn. We zien dat de ESMA al stappen heeft genomen, ook mede na het aanzwengelen van de discussie door ons. Dus ik ga daar met veel energie mee verder. En ook daar zou ik de Kamer na de zomer in het najaar over willen informeren. Want de heer Van der Linden weet dat ik over het algemeen ongeduldig ben. Dat geldt ook op dit vlak. Of hij dan nog ongeduldiger blijkt zijn dan ik, voorzitter, daar komen we vanzelf achter. Voorzitter, dan heb ik volgens mij de vraag die er nog waren blijven liggen, heb ik gehad. Nee, er is nog één ding wat ik, de heer Alkaya, die had geen motie, maar ik wilde hem nog het volgende zeggen in reactie op zijn tweede punt. Zijn tweede punt ging over innovatie en die digitale munt. Daar vroeg hij zich vanaf wat daar nou de financieel-economische voor- en nadelen van zijn. Dat is denk ik een terechte vraag. Om daar een gedegen antwoord op te geven, zullen we wel wat meer tijd nodig hebben. Ik kan dat niet helemaal overzien. Het zou best kunnen dat dat ook dan meegaat in alle antwoorden die we
in het najaar voor de Kamer hebben. Het zou ook bovendien best kunnen dat we wel een aantal eerste richtingen aangeven, maar dat ook hiervoor geldt dat we echt nog veel meer onderzoek moeten doen voordat we daar een definitief oordeel kunnen geven. Maar ik ben wel bereid om er naar te kijken. Meneer Alkaya is... Nee, voorzitter, zo kan het ook. Ik zie dat ik de heer Alkaya dolgelukkig heb gemaakt. Dus die, dat is altijd goed. Dan ben ik bij de moties, voorzitter. Ja, dat is betrekkelijk eenvoudig. De eerste motie wil ik oordeelkamer laten. En de heer Paternotte had het al over het vierde kwartaal. Ik hoop dat dat lukt. Misschien dat het zelfs lukt in het najaar. Wat natuurlijk al eerder begint dan in het vierde kwartaal. Voorzitter, de tweede motie wil ik ook oordeelkamer laten. Net als de derde van de heer Ronnes. De vierde motie van de heer Azarkan, daarvoor geldt hetzelfde. Dat als je hier sinds gistermiddag 4 uur, vrijwel elk uur hebt doorgebracht, dan word je steeds soepeler in je omgang. Nou, dan moeten we u vaker naar de Kamer roepen, minister. Nee, ik probeerde juist het tegenovergestelde te bewerkstelligen, voorzitter. Maar u weet dat ik hier altijd kom als dat van mij verlangd wordt en dat het mij te zeer groot genoeg is om met de leden over deze belangrijke onderwerpen in het debat te gaan. Dus dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is hiermee een eind gekomen aan dit interessante debat. Ik dank de deelnemers aan het debat. Ik dank de mensen die het debat gevolgd hebben. Over de moties zal gestemd worden dinsdag 22 mei. En ik sluit hierbij de vergadering.